hij telt af. Spuitkut. En die meneer heet, die zak heet Niel Petersen. Oh, we zijn live. Nou, prima. Dankjewel, Siert. Het is vrijdag 26 maart 2021. Nieuwe vrijdagmiddagborrel. Met vandaag natuurlijk Simon Tjommer. Adil Ouser, captain van Sparta. En de teammanager van Sparta. En tevens de trainer die Broes Stol en Frank de Bruin groot heeft gemaakt. Leen van Steensel. Welkom. Oh, okay, ja. Over de tweede moeten we maar twisten. Groot gemaakt. Nou, we hebben vandaag alleen maar anekdotes gehoord over de trainer Leen van Steensel. Misschien gaan we het daar meer over hebben. We hadden het net voor de uitzending over. Jij vroeg waar Broes was. Nou, Broes was thuis, want zijn vriendin moest getest worden. Gelukkig negatief. Jij bent getest, jij bent negatief. En toen stelde je aan Adil de vraag... hoe vaak worden jullie getest? En ik denk dat ik het verhaal in de Core podcast over hoe vaak jij getest bent en hoe slecht dat... Nou, je kan het veel beter vertellen. Coronatesten en Adil Ouser gaan niet heel lekker samen, toch? Nee, ik denk dat de meeste mensen het wel gehoord hebben. Ja. Maar ja, waar moet ik niet. Waar moet ik beginnen? Ja, waar moet ik beginnen? Ja. Laten we zelf gewoon een beetje moeite mee hebben. Ja, hoe komt dat? Ja, de neus wil niet echt meewerken volgens mij. En toen was er een keer een heel ambitieus meisje van de GGD. Ja. Die zei, nou joh, als jij problemen hebt gehad met de coronatest, maakt niet uit. Mij lukt het wel. En wat gebeurde er toen? Ja, toen kwam ik eigenlijk vast te zitten. ze pakte me vast en die deed ook nog de knieën tussen mijn benen. En haar hand achter mijn nek. Dus ja, geen kant op. Toen was ik klaar mee. Nee, dat was geen leuk moment. Hoofd tegen hoofd. Echt waar? Maar hoezo? Zodat je niet weg kon rennen? Ja, nou, op een gegeven moment, ze probeerde het één keer. Daarna de tweede keer haalde ik mijn hoofd weg. Dus dat staaf bleef er nog in zitten. Daar werd ze best wel boos om. En toen zei ze mij van, nou weet je, ik pak je anders bij je achterhoofd vast. En dan kun je ook niet bewegen. Maar dat lukte ook niet. Dus op een gegeven moment tijdens dat ze de staaf erin wou stoppen, deed ze ook nog de knie in één keer tussen mijn benen. Ja, toen kreeg ik het warm en op en toen was ik een beetje klaar mee. Ja, dat snap ik. Maar het staafje was eruit toen je opstond. Ja, die was er gelukkig uit. Ja. Maar je wordt nu wel getest? Of lukt het nu wel? Ja. Nee, maar af en toe wel, af en toe niet. Ja, ja. Ja, het blijft een heikel punt. Je moet de hele anekdote moet je dus in de Core podcast keer luisteren. Want Bart zat dus op de gang, Bart Vriends. En die hoorde, die dacht, wat gebeurt hier, joh? Geschreeuw daar binnen. En toen stond Adil hoofd tegen iemand van de GGD. Maar goed, er is heel veel gebeurd in het voetballandschap. Laten we wat dingen bespreken. Je hebt zowaar een instartje meegenomen. Dat is ook Simon Tjommer. Neemt zijn werk steeds serieuzer hier. Dus hulde daarvoor. Eerst over Oranje. Heb je genoten van Oranje woensdag? Ja. Hoe heb jij naar Oranje gekeken nou? Ja, er zat natuurlijk een enorme rancune richting onze, Frank de Boer op de weg, hoor. Onze spits stond aan de andere kant, Burak Yılmaz, en die deed het goed. Nee, ik baalde ontzettend. Want ik had wel verwacht dat... kijk, deze drie punten zaten lekker in het begin om die mee te nemen. Maar aan de andere kant moet je eerlijk toegeven dat Turkije een concept vond om op dat moment het Oranje te ontregelen. Ja. En daar hadden we geen antwoord op. En dat is jammer, want je hebt de individuele kwaliteit eigenlijk wel. Ja. Maar die kon je ook in die wedstrijd. Kijk, iedereen mag een slechte wedstrijd spelen. Alleen je moet er wel voor opletten dat je niet denkt dat je het gaat redden alleen maar op kwaliteit van het individu. Maar dat je gewoon als team blijft presteren zoals je dat vroeger gedaan hebt. Kijk, met een uitstekende Memphis in de spits die de ruimte creëren met dieplopende mensen. Dat je ook de meters maakt zonder bal. En dan denk ik, houdt Oranje niemand tegen in de WK-kwalificatie. Maar het blijft wel werk. Ja. Maar ben jij iemand die woensdag dan gaat zitten? Ja, ik heb ernaar gekeken, inderdaad. Jong Oranje ook? Nee, Jong Oranje niet meer, nee. Dat kwam er niet meer van, maar Nederlands zelf ook. Jij bent wel iemand die gaat... Ja, ik ga er wel voor zitten. Ja, ja. Ja, ja, wat vond je ervan? Ik vond het eigenlijk wel terecht. Ja. Ik denk dat we onszelf een beetje overschatten in Nederland. In die zin dat ik bij mezelf afvraag van... Oké, waar halen wij het vandaan om te denken dat we even van Turkije winnen? Ja, ja. Ja. Weet je, we zijn geen Spanje of Duitsland de afgelopen jaren geweest. Nee. En ik denk dat Turkije naar hun kwaliteit hebben gevoetbald. Maar vooral mentaal heel sterk waren. En ik denk dat wel heel duidelijk te zien was. En dus ja, aan de ene kant was ik er niet echt verrast. Hoe bedoel je mentaal? Door. Ja, ik zie toch een bepaalde emotie waarbij ze echt door het vuur gaan. Bij elk moment van het spel. En ook bij de doelpunten die ze maken. Maar ook bijvoorbeeld bij die penalty die wordt tegengehouden.
Ja, ze vierden het alsof ze eigenlijk alles goed hebben. Ja, dat was hebben. In de 93 minuten op Memphis die nog een pingel kon maken. Dus ga dan maar tegen voetballen. Ja. Met hoeveel kwaliteit je ook mag hebben, wordt toch moeilijk. Ja. Maar je bent er wel mee eens dat kijk, ik moet even één ding zeggen. Ik vind het heel leuk dat Adil hier zit. Want het is altijd het leukste als Adil voor de camera komt. Dat is een van de weinige voetballers die echt dingen zeggen waar het op slaat. Ja. En die ook tegen je ingaan. Dus we proberen vandaag ook wel een beetje uit te dagen. Zodat hij ook verder gaat. Maar ik heb één ding. Maar je bent er wel mee eens dat als dit Oranje de potentie afroept... zoals de laatste maanden gedaan hebben... dat we ons dan zelfs wel met de grote nazi's kunnen meten. Zeker. Maar dan moeten we wel beseffen dat het als niet van het individu moet komen... maar het individu juist gekoppeld moet gaan. En dan heb ik het over Memphis, heb ik over Frenkie. Ja. Als dat samenvalt, en met Genie ernaast, dat is gewoon een waanzinnig zin. Kijk, Leen, jij bent ook trainer. Ik had van de week over Nederland. Het ging heel slecht toen het kwam Koeman. En toen verloren ze, weet je nog, Frankrijk uit 2-1. Terwijl iedereen in Nederland zat, nou, best wel goed, 2-1 verloren. En Koeman was witheet na afloop. Die was woedend. Hè, dat ze minimaal hadden gelijk moeten spelen. Terwijl Nederlands elftal werd uit de slop getrokken door Koeman. Maar... Ik heb me echt verbaasd over het interview na afloop met Frank de Boer en Jeroen Stekelenburg. Dat Jeroen Stekelenburg op een gegeven moment aan het einde van het gesprek zei... Ja, volgens mij vind ik het erger dat we hebben verloren. En zei hij, moet ik hier dan met tranen gaan staan? Maar mijn vraag was een lange... Denk je dat het meehelpt als een trainer de lat ook hoog legt... na afloop in zijn analyse... dat je eigenlijk niet bij Turkije mag verliezen als Nederland zijnde? Poeh, ja, ik denk als trainer, dan kijk je vooral naar het totaalplaatje. En dan, ik denk als je heel negatief of heel positief gaat staan, dat het ook niet heel veel uitmaakt. Nee. Maar hij is niet boos geworden op zijn spelers, omdat er twee jongens naar het dopingcontrole zijn geweest. Ja, en toen dacht ik... Ze zitten nog een aantal dagen met elkaar, dus er is nog genoeg tijd. Ja, maar ik bedoel, na zo'n wedstrijd ga je toch niet nadenken, oké, er zitten twee jongens bij... Je verliest met 4-2. Ja. Eigenlijk best wel verrassend, ondanks wat Adil zegt. Hè, je kan niet, maar je moet eigenlijk, vind ik wel, als Nederland in ieder geval... Deze wedstrijd was welke minuut? Na minuut 80 was het al gespeeld. Ik wil meteen wat daarop zeggen. Dat kan Adil denk ik hopelijk beamen. Want ik moet altijd, vandaag moet ik opletten wat ik zeg. Nee, ik krijg tegenvuur van die kant links naar. Ja. Als je als trainer zijnde kritiek wil uitoefenen... en boos wil worden op spelers met een standing als Memphis, als De Jong, als De Ligt... Ja. Dan moet je het respect van de groep hebben. Want dus anders, als je dan, maar ik zeg alleen... als je anders boos wordt op de groep, nu, ook na zo'n wedstrijd... ook al is het terecht... en je hebt de standing niet in de groep, dan ben je helemaal klaar. Ja? Ja, dan ben je klaar. Ja, ik denk als je fel wil zijn, dan moet je dat intern doen. En een bondscoach, wat je zegt, dat is nog moeilijker, want je hebt je gasten bijna niet. Ja. Maar als ik kijk naar onze hoofdtrainer, die is richting de pers ook altijd heel netjes, heel rustig. Intern. Maar wacht even. Henk, zie je wel brood van binnen? Ja, maar dat bedoel ik. Ja, ik bedoel niet dat Frank de Boer mensen moet... Ik heb echt een... Ik vind het echt verschrikkelijk. Misschien gaan we het straks nog over hebben. Wat er bij Feyenoord gebeurt. Dat elke week spelers onder de bus worden gegooid. Of ze nou baas zijn of niet. Iedereen wordt onder de bus gegooid. Dat vind ik echt het slechtste wat je kunt doen als trainer. Moet je lekker intern doen. Maar je mag wel even. Je hebt 4-2 verloren. Je mag wel wit heet zijn op die ploeg. Zonder dat je ze afmaakt. Je mag wel dat vuur zien. Ja, tuurlijk. Kijk, en dat hij dan als rekening geeft. Ik zei, ben je boos geworden op je ploeg? Nee, er waren twee jongens naar de dopingcontrole. Dus ik kon niet boos worden. Ja, dat denk ik. Maar misschien ben ik te emotioneel, hoor. Maar als ik verlies... En je bent wel te emotioneel, ja. Ja, maar en ik loop een kleedkamer binnen... dan ga ik toch niet even... Kijk, begin je toch? Ja, het heeft altijd twee kanten. Het is altijd lastig. En je weet als trainer nooit wat op dat moment wat het beste is. Je kan fel van leer zijn. Ja, dan kan je spelers verliezen. Je kan positief zijn. Dan denken ze ook van, maar dan... Ja, lig je maar als je oprecht bent als trainer, verlies je geen spelers. Het is moeilijk om, als je maar heel even die gasten hebt... Hè, zoals Frank de Boer... is moeilijk om dan na één wedstrijd... En, ik heb niet heel veel van die wedstrijd meegekregen, maar wel bijvoorbeeld zo'n VAR-moment. Het is ook wel een klein beetje, die goal had het weer anders kunnen doen. Is wel als. Maar je moet kijken ook een beetje naar de feiten. En wat ik zeg, ik heb zelf te weinig van die wedstrijd gezien. Maar hij zal zijn redenen hebben. En ik neem aan dat hij dat ook besproken heeft met zijn staf. Hè. Dat is ook iets wat ik graag doe. Direct na een wedstrijd even met mijn staf even doornemen van... joh, wat hebben we gezien? Wat hebben we echt gezien? Niet kijken naar de uitslag, want dat is soms verlies je... Ja, maar alleen dat is te makkelijk. Ja, ik ben er anders in. Ja, maar een WK-kwalificatiewedstrijd. Ja, maar die komen het gaat niet om de uitslag. Ja, maar er is van de week nog een wedstrijd, weet je. En ik snap wat je bedoelt. En af en toe is het ook heerlijk als trainer om wel even je hart te luchten. Maar wat is het goede moment? Nou ja, wat is het goede moment? Nou, maar
kijk, en daarom ben ik waarschijnlijk ook geen hoofdtrainer in de Eredivisie of bij Oranje. Maar ik denk, op dat moment reageer je vanuit emotie. Dat je gewoon, en dan, de dag erna, in de analyse ga je zeggen... Maar dat is juist, ik vind juist uit emotie reageren... Dat kan vaak juist schade aanrichten. Soms is het wel eens even goed, hè? Maar we hebben één wedstrijd gespeeld. En dan ga je nu al vanuit emotie ga je iets zeggen waar je misschien spijt van krijgt. Dan zou ik inderdaad zeggen van, ik reageer nu zo. We gaan de wedstrijd analyseren. Ja. En we gaan de puntjes op de i zetten. En we maken weer afspraken voor de volgende wedstrijd. En ja, en op het moment dat het dan weer niet nagekomen wordt. Maar ik vind het wel heel makkelijk om direct na de eerste wedstrijd, je hebt verloren, om gelijk heel negatief tegen het gaat ook wel een beetje de manier waarop, hè? Ja, daar heb ik te weinig van gezien. Nee, maar dat denk ik toch? Je kan een wedstrijd. Ja. Jullie kunnen. Kijk, bij jullie is het anders. Bij Sparta ben je niet altijd de favoriet. Dus dan is het ook anders qua. Hè? En terecht wat je zegt hoor. Turkije werd, vond ik ook wel redelijk onderschat in de Nederlandse media. Maar ik denk de manier waarop je verliest, dat deed wel even de wenkbrauwen fronsen bij heel veel mensen, toch? Hoe je zo'n wedstrijd verliest. Daar kan je altijd wat over zeggen, de manier waarop. Ja. En nu werd. Ja, ik heb je de persconferentie gezien van meer? Ja, maar waarom vergelijk je... Heb je het gezien dat hij de vergelijking maakte met Spanje? Ik heb toevallig Spanje-Griekenland, heb ik grote gedeelte gisteren. Wanneer? Ja, over het breien. Dat Spanje het ook moeilijk had tegen Griekenland. Maar als je ziet dat Spanje, zonder overdrijven, denk 14 kansen had tegen Griekenland. En dat het godswonder was dat Griekenland die pingel kreeg en uiteindelijk gelijk speelde. Dan denk ik... Ik vind het persoonlijk niet heel zwak. Ik vind het heel zwak als je het gaat vergelijken met een Spanje. Ga nou naar jezelf kijken. Waarom moet je nou vergelijken met een Spanje? Maar hij heeft toch vandaag de vergelijking niet gedaan? Ja, of gisteren was dat. Ja. Trainers zijn rare wezens. Ja. Die zien soms dingen heel anders. En het is zo moeilijk om op het juiste moment iets goeds te zeggen. Dan heb ik het over Jodenboys, daar heb ik ook moeite mee. Ja. Wanneer zeg je wat? Maar wat zei hij verkeerd dan? Ik snap het even niet. Want jij reageert vanuit jouw emotie dat je dan woest bent... dat je bij jezelf zoiets hebt, ik zie geen vuur bij hem. Nee, maar ik vond... Hij zei... Nou, het kwam heel kort, als ik het heel gechargeerd zeg... dat oké, we hebben verloren. Ja, maar ik denk dat hij... Dat hij veel meer ervaring daarin heeft. Dus de mensen thuis die zitten kijken, die zullen echt woest zijn en in vuur en vlam staan. En dan zien ze hem ineens voor de camera komen. En dan denken ze, dat is niet te vergelijken met mijn gevoel hoe ik hier zit te kijken, toch? Ja, maar, kijk, en dat is misschien stom, hè? Maar mijn referentiekader is de vorige bondscoach, Koeman. En okay. Daar ging het ook niet altijd goed, hè? Nee. En Koeman, nou, bij Feyenoord, hoe we hem kennen, is eigenlijk best wel een rustige trainer. Ja. Maar op het moment dat het slecht was en dat het niet goed was, direct naar de wedstrijd zag je dat. En zonder dat hij mensen onder de bus gooide. Maar zag je het... We hebben hier echt iets laten liggen. We hadden hier niet zo mogen spelen. We hadden hier een resultaat moeten halen. En... Kijk, mij is dat nog nooit echt opgevallen bij hem. Moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik vind hem eigenlijk altijd wel rustig. Ja, Frankrijk uit. Dus daar toen verloren ze 2-1. Ja. Terwijl ik toen zoiets had. Oké, Frankrijk uit, kan je verliezen. Ja. Maar dat hij zo boos over een cruciale fout van mij maakte. Giroud die goal toen. En was hij zo boos over. Dat is zo onprofessioneel dat je zo die spits daar... Ja. Hij zei daar iets. Maar... En dan zie ik dan Frank de Boer dan voor de camera staan. En ja. Okay. Ik vind bij Frank de Boer en de ploeg, en ik zit er niet bij... en dat is echt een typische uitspraak weer van iemand die van wie heel ver afstaat. Maar ik vind het nog niet een... Het komt nog niet over als een match wat echt heel erg klopt. En ik zeg nogmaals, ik sta heel ver weg. En normaal gesproken mag ik... Maar waarom vind je dat? Ja, als ik vandaag ook zie hoe de persconferenties, de uitspraken... die spelers doen, die trainers doen... Ik denk dat het nog heel pril is. Ook door de corona, dat het allemaal te ver weg is gebleven. Ze moeten nog meer met elkaar zijn. Ik denk dat het beter is als ze vaker bij elkaar komen. Ik denk dat je over 5 dagen... Hoe lang blijven ze samen nu? En ze spelen nog 2 in het land tot volgende week woensdag voor mij. Ja, ze zijn nu nog dikke 5 dagen bij elkaar. Dat, ze gewoon dat je ook ziet dat daar dan iets gaat groeien. Ik heb het gevoel dat het tijd nodig is... dat het team ook deze bondscoach weer aanvaardt. Want ze hadden een andere daarvoor die een hele andere persoonlijkheid had. Jij zegt net ook wat je wil zien. Maar je kan natuurlijk van niemand verwachten dat hij hetzelfde biedt... dan wat een andere mensen. Nou, we gaan het straks meer hebben over Oranje, Jong Oranje. Maar eerst mijn grote vriend, Abdelbaki Shara. Zenuwachtig? Voor vanavond? Nee, absoluut niet. Mauritanië uit, toch? Ja, altijd lastig. Ja, wat kun je vertellen over de nationale ploeg van Mauritanië? Voor de mensen die niet afvragen, Marokko neemt het vanavond op tegen Mauritanië. Wat voor ploeg is Mauritanië? Ja, ik denk als op willekeurig... die de meesten niet kennen. Stugge ploeg. De eerste wedstrijd gelijk tegen ze stond 0-0 in eigen huis. Ja. Dus in die zin kunnen ze er wel wat van. Ja. Ik ga heel even vragen of ze hem hier iets zachter kunnen zetten. Dat staat heel hard. Ja, want dan merk je ook heel hard binnen.
Ja, nou goed. Maar ja, normaal gesproken moet je dit... we doen eigenlijk gewoon even een Nederlands analyse. Moet je als Marokko dit soort wedstrijden winnen? Het ging deze... Waarom ik even met je wilde skypen? Ik zag heel veel nieuws deze week weer voorbij komen over Mo Iataren. Dat het eigenlijk al in kan en kruik zou zijn dat hij de volgende periode opgeroepen gaat worden voor Marokko. Hij heeft al zijn foto's verwijderd van Oranje op zijn Instagram. Dat schijnt tegenwoordig ook wel een indicatie te kunnen zijn. Heb jij daar wat meer over gehoord? Er gaan steeds meer geluiden in de ronde dat hij inderdaad voor Marokko gaat kiezen. Er wordt in ieder geval nog aan hem getrokken. In eerste instantie zouden heel veel Marokkanen hem met open armen opvangen om voor Marokko te kiezen. Alleen, er zijn nu ook wel steeds meer Marokkanen die niet echt staan te wachten op moment in Qatar. En dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met de uitspraak die hij had gedaan een maand geleden bij Sufyan Tidane. In plaats van dat hij echt... Dat nemen mensen hem niet echt heel... Het gaat meer om de uitspraken die hij heeft gedaan. Dat Marokko eigenlijk een tweetrapport is van Nederland. Ja. Hebben jullie het ook gezien vorige keer? Nou, wat veel bij veel Marokkanen natuurlijk slecht is gevallen... dat hij zo ging staan met het shirtje. Met Ronald Koeman destijds. Ja, ik heb het wel gezien. Wat vond jij ervan? Ja, ik heb zelf geen probleem mee. Nee? Nee, totaal niet zelfs. En ik weet dat we een emotioneel volk zijn... Met heel veel trots. Nou, dat zijn we ook echt. Ja, zeker. Ja. Maar ja, het is zijn keuze. Die jongen was toen 17, 18 jaar volgens mij. Zeker. Ja. Wat wil je daar nou over zeggen? Maar hoe blij zou je zijn als hij nu voor Marokko kiest? Wie, ik? Ja. Als hij daar heel blij mee is, dan ben ik blij voor hem. Ja. Maar voor de rest maakt het mij eigenlijk niet heel veel uit. Hij moet wel doen waar hij zich goed bij voelt. Dus ik heb daar echt geen voorkeur in. Nee, maar je bent niet hartstochtelijk begaan daarmee. Nou, het kan me eigenlijk vrij weinig schelen als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, het is zijn keuze. En als hij voor Marokko wil kiezen, kiest hij voor Marokko. Ja, maar vind je het interessant, zeg maar, voor mij is dat al langer zo, hoor. Maar als je nu ziet hoeveel Nederlandse spelers of spelers uit de Eredivisie hier voor Marokko uitkomen. Ja, dat vind ik mooi. Ja, toch? Vind ik mooi, zeker, zeker. Kijk, dat zegt wel wat over hoe Marokko de laatste tijd bezig is. Ja. Er valt van alles wel wat te zeggen. Destijds heb je ook Al Ghazi en zo gehad die voor Nederland hebben gekozen. En daarna komen ze niet meer aan de bak. Nee. Dan hoor je ineens iedereen zeggen van ja, dat is een verkeerde keuze geweest. Ja, weet je, het is zijn keuze geweest en dat moet je gewoon respecteren. We zien het wel bij Mounir Al-Haddad, die speler van Sevilla, die aanvankelijk was voor Spanje. Ja. Die heeft nu weer de switch teruggemaakt naar Marokko en die kan waarschijnlijk zijn debuut maken vandaag. Dus wat Adil zegt, kan inderdaad zijn dat ze aanvankelijk de keuze maken en misschien te snel de keuze maken en dat misschien wel spijt kunnen krijgen. Ja. Alleen in geval van zo'n Mounir Al-Haddad, die heeft nog de mogelijkheid om te switchen. Alleen er zijn heel veel spelers bij wie dat niet kan. Dan is het eigenlijk al te laat als je keuze definitief. Ik blijf de lastige discussie. Toen jij hier in de studio was op de baken, hadden we het natuurlijk ook over. Hoe zie jij het van Iataren? Nou, ik ben blij dat Adil ook van zijn kant uitgeeft of uitlegt dat het niet zoveel uitmaakt waarvoor die jongen kiest. Nee. Ik vind ook dat je iedereen in zijn waarde moet laten. En het mooiste nog, iedereen maakt fouten. En fouten niet gegenereerd dat het fout was voor Nederland te kiezen of voor Marokko te kiezen. Nee, gewoon op dat moment een beslissing nemen waar hij later van denkt, ja, misschien had ik toch een andere beslissing moeten nemen. Het enige wat ik daarin vind, is dat hij ook duidelijk mag zeggen, weet je, ja, ik dacht toen voor Nederland. Ja, en ik stond toen met een Nederlands shirt, weet je. Ik ben daar ook trots op. En nu zeg ik duidelijk, ik denk dat misschien mijn toekomst bij Marokko ligt. Ja. Ik weet niet of hij de keuze maakt, hoor. Maar, en dan gaat hij die weg. En ik vind dat wij iedereen moeten respecteren voor wat hij doet. Ja. En het leuke is, zo moet iedereen ernaar kijken. Want ik hoor ook heel vaak Nederlanders zeggen, ja, maar hij is hier opgegroeid. Hij moet dat. Hij moet helemaal niks. Nee. Hij moet dat doen wat voor hem het allerbeste is en wat voor hem het beste voelt. Ja. En als het op dat moment is voor het land te kiezen waar, ik noem maar eens, misschien zijn moeder vandaan komt. Mm. Zeg maar niet alleen Mo. Of waar zijn vader. Hij heeft toch de keus. Mm. En wij moeten dat respecteren en wij moeten hem steunen daarin. En niet anders. Ja, als jij tussen Nederland en Duitsland had moeten kiezen, waar had je voor gekozen? Het was zelfs een geval. Het was een geval dat ik jarenlang in Nederland speelde en ik werd gevraagd. Nou, als de kans er is, zou je Nederlands paspoort. Nee. Maakt niet uit. Zou je een Nederlands paspoort willen nemen? Dan heb ik gezegd, nee, ik neem niet een Nederlands paspoort om voor een land te spelen. Dat doe ik niet. En er komt ook nog bij dat Wesley en iedereen er was en Rafa. Moeten kiezen, dan? Weet ik niet. Kan ik niet zeggen. Kan ik op dit moment niet zeggen. Maar ik neem niet een paspoort om voor een land te spelen. Als je het me vroeger had gevraagd, zou ik niet weten. Nu? Maar nu Marokko. Nu Marokko, waarom? Zeker.
Nou, volgens mij had Marokko destijds niet zo goed op orde als nu. Ah, oké. Dus Marokko schijnt de mooiste trainingscomplex te hebben van... Ja, ik denk dat ze gewoon heel goed op nationale elftal. Een van de allermooiste trainingscomplexen. Klopt, hè? Een van de allermooiste trainingscomplexen in Marokko te hebben van het nationale ploeg. Klopt dat? Nou, ik denk zelfs een van de mooiste en in elk geval de beste complexen in heel Afrika. De wereld denk ik niet, maar voldoet wel in elk geval aan de Europese maatstaven. Ja. Ze zijn van alles voorzien wat ze nodig hebben. En dat is wel een enorm verschil met pakken bij 10 jaar geleden. Ja, ja eigenlijk wat Adil zegt. Ze hebben ook een behoorlijk team nu staan hoor. Als ik die jongens ja, zie. Ja, maar ik hoor dat ik heb toevallig. Ik werk met een fantastisch jonge, leuke Marokkaanse voetballer. En die vriend, wederom, speelt dus in de nationale elftal. En jong, of de jonge teams waren nu in Marokko. En hij heeft foto's laten zien. Hij zegt: kijk. En wij zitten hier in de regen in Amsterdam. Ja, en hij is in Marokko aan het trainen. Wat is er met Noord in Amrabat eigenlijk? Ja, die wordt eigenlijk sinds het aanstellen van deze huidige trainer een beetje links laten liggen. Ja, maar eigenlijk. Ik opende mijn Insta en ik zag dat hij een nieuw restaurant had geopend in Utrecht. En toen dacht ik, waarom zit hij niet bij de nationale ploeg? Ja, klopt. Ik denk dat het ook te maken heeft dat Ashraf Hakimi een linie naar voren is geschoven. Ja. Wat hij het bij Inter ook heel goed doet als rechtshalf. Ja. En toen Nordin Amrabat nog bij Marokko zat, fungeerde hij meer als een back. Ja. En ik denk dat het een combinatie is van concurrentie en dat de trainer niet gecharmeerd van hem is. Ja, terwijl hij jarenlang, ik wil niet zeggen, misschien wel een van de sterkhouders was van Marokko, toch? Absoluut, hij was Dirk Kuyt van Marokko. Ik vergeet nooit meer dat we het een keer met hem over hadden. Toen speelde hij bij Watford. En toen had iemand in de uitzending gezegd dat hij wat dikker oogde. Toen kreeg Broes, denk ik, een half uur later een berichtje van een sixpack van hem. Noem je dit dik? Met uitroeptekens. Dat was echt mooi. Ja, die heeft een fantastische carrière. Eigenlijk net zoals zijn broertje, die ook echt bezig is met een fantastische carrière. Alleen, ik denk dat het op een gegeven moment wel zoeken is, weet je, waar je al die goede dat je er echt een team van gaat maken. Ja, dat is denk ik altijd wel een probleem geweest bij het Marokkaanse elftal. Dat er, volgens mij zei Andy van der Meijden van de week, dat hij zei van Marokko is een team met veel goede individuele spelers. Ja. En hij doelde volgens mij ook dat Mohamed Ighatare dan wel of niet voor Marokko moet kiezen. Hij zei, maar waar het eigenlijk altijd aan schortte was dat het niet echt een team was. Maar op het moment dat dat wel het geval is, dan is het klaar. Ja. Veel spelers als Mo nou trouwens voor Nationaal Elftal kiest voor Marokko. Ja. En natuurlijk hoopt ook op speelminuten. Hoe is het? Speelt Hakim altijd centraal? En zou Mo dan vanuit de zijkant spelen? Als hij in de eerste elftal spelen? Of heeft Hakim een vrije rol? Hakim heeft een vrije rol. Hij fungeert, het is eigenlijk een beetje een soort joker. Ja. Je kan het eigenlijk het beste zien zoals hij bij Ajax speelde. Dus vanuit de flank en dan een beetje naar binnen, dan heeft hij de vrijheid om te doen en laten wat hij wil. Beste positie voor hem ook. Ja, wel toch? Okay. Hoeveel wordt dat vanavond? Ja, ik denk dat ik wel heb geleerd van de uitspraken van Johan Derksen om je tegenstander niet te overschatten met Turkije. Dus ik ga niet zeggen van dat het een nulletje of drie wordt. Nee. Maar op basis van de FIFA-ranking moet Marokko dit wel gewoon makkelijk kunnen doen. Ja, oké. En dan Burundi dinsdag, hè? Ja, ook wel lastig uit. Leuke. Thanks, Alta Baken, jongen. Spreek elkaar. Graag gedaan, jongen. Ja, rustig aan. Later. Jos. Hoi. Weet je wat ik alleen hoop? Dat we mooi daar terug in zien welke kwaliteit hij heeft. Ja, op korte termijn. Ik vind het wel sneu voor hem. Ik vind het ook sneu, man. Ja, het is heel mooi. Ik heb zoveel over hem in nu. Wij waren bij Jong Oranje. Ik denk niet dat we dat klaar hebben staan met wat het... Jordan Teese speelt natuurlijk. Maar vooral Mayran Boadu. Op een gegeven moment kwam het op Mo Ietar. En toen waren we met Mayran aan het praten. En die zei... weet je, die jongen heeft gewoon zwaar. Hij heeft gewoon, weet je, iedereen heeft zijn back. Hè? Iedereen heeft zijn rug. En dat vond ik wel heel mooi te zien. In de voetbalwereld, gewoon voetballers die met hem voetballen of tegen hem voetballen. Iedereen staat achter hem. En Teun Koopmeijers vorige week heeft voor mij niet zoveel met Mo Ietaren. Zit niet in elkaars werelden. Die heeft dus in NRC geroepen. Ik ging op mijn 16e. Ging ik niet lekker. Maar dat kon ik dan in een huiselijke kring opvangen. En daar ben ik uitgekomen. En nu, met Mo, waar hij ook doorheen gaat. Ik kreeg ook appjes van de week van mensen die zeiden... Want ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt. Maar mijn ouders leven allebei nog. Ik heb altijd gezegd, even afkloppen. Maar ik zei het ook, Broes ook precies. Dat wij zeiden tegenover elkaar. Ik denk dat wij het allebei niet voor kunnen stellen wat het met je doet. En dan ben je zo jong. Ik denk dat Adil dat nog veel beter kan vertellen. Hè? Het is een hele andere cultuur dan dat wij hier hebben. Hè? Waar voor mij de vader heel belangrijk is binnen een gezin. Ja.
Ja, de moeder ook wel. Ja, ja, nee, maar ik bedoel... Nee, maar... Nee, eigenlijk. Ja, zo. Weet je, het is de baas van de familie. Nou, misschien zeg ik misschien tegenwoordig ook de vrouw de baas van de familie is, maar... Ja, het is eigenlijk wel de vrouw is de baas. Ja, ja. Ja. Maar, en dan ze nu... Ze zeggen bij ons volgens mij, als het goed is, de vrouw is 3 keer zo meer waard dan de vader, ja. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik. Maar wat bij Morgan is, hij was echt in een lift en iedereen zag wat voor een kwaliteitsspeler aankomt. Daar gebeurt zo'n shock. En dan gaat het, weet je, de vader is wel iemand die even op je vinger stikt en zegt, hey, wij moeten die weg weer op. Bij wijze van spreken. Mama is toch eerder iemand die zegt, kom bij mij en ik bescherm je en hier ben je thuis. En ik weet helemaal niet of het bij Moos is, maar weet je, ik hoop eigenlijk, enige ding wat ik hoop is dat hij zijn Instagram verwijdert. Ja. Want ik heb geen zin dat iedereen altijd over zijn Instagram praat. En hij hoeft dat ook niet. Laat lekker zo zijn als hij is. En dan gewoon dat iedereen hem gewoon met rust laat. En dat hij alsjeblieft verder spelen wordt. Ik had er voor de uitzending over, hè? Hoe scherp Kariel was. Want kijk, Kariel heeft hem klaarzet. Laten we even luisteren naar Meiron Boadu over Mo Ietaren. Mensen vergeten dat Mo volgens mij 18 jaar is. En zijn vader heeft verloren, zeg maar. Niet lang geleden. En natuurlijk, misschien zijn er wel dingen, ik weet niet van de situatie, maar misschien zijn er wel dingen die hij beter kan doen. Maar ik denk gewoon kan van, iedereen van 18, toch? Ja, maar ik denk gewoon, laat die jongen fouten bedoel, maken. Ik ben in de 30, Meiron. Ik kan elke dag dingen beter doen. Snap je? Dus ik denk gewoon, die jongen maakt fouten. Ja. Ik denk niet dat het alleen aan hem ligt. En, ik denk gewoon dat jongens, boys hem gewoon moeten steunen. En, wat ik hier van die jongens van PSV hoor, dat is hem gewoon steunen. En, mensen vergeten dat Mo volgens mij 18. Ja, het is ook zo. En... Nou, eigenlijk met de mensen die gewoon... Nou, ik wil niet zeggen, want dan beledig je natuurlijk heel veel mensen. Maar gewoon er normaal over nadenken. Die zeggen, laat hem gewoon. Laat hem gewoon met rust. Nou... Nah. Nee, maar gewoon, weet je, laat hem... Met rust bedoel ik niet. Ik denk juist dat je hem heel veel aandacht moet geven. Een arm om... Ja. Dat je moet helpen. Maar laat hem met rust, zeg maar, om zo vergrootglas nu op hem te gooien. Ja, maar dat hoort bij zijn beroep. Ja. Nee, maar nou ja, is dat zo? Ja, wij kunnen nu toch ook gewoon zeggen, we laten hem nu even. Nou, dat lukt jullie niet. Maar waarom niet? Omdat gewoon heel Nederland voetbal kijkt. Nou, hij zit bij een topclub. Ja. Dus iedereen heeft een mening over je. Ja. Maar dan heb je het dus over zijn voetbal. Ja. 100% met je eens. Mag je een mening over hebben. Maar alles eromheen. Zoals de media bedoel je. Ja. Ja, maar dat verkoopt. Nee, maar daar kan je wel iets in doen, toch? Dat bedoel ik meer. Ah, ik acht de kans klein. Ik ben wel van mening dat hij het zelf moet oppakken. Mm. Ik weet niet wat er precies speelt. Maar volgens mij doet PSV er alles aan om hem... te laten renderen in het team. En volgens mij zag ik hem ook een keer op de trainer afvliegen. Dus volgens mij ligt de bal echt bij hem. Maar aan de andere kant ben ik wel van mening... hoe hij bij het Nederlands elftal is gehaald... met Ronald Koeman die destijds naar hem toe ging met dat shirt. Kun je je wel herinneren. En nu ook niet voor Jong Oranje is geselecteerd. En als ik dan de reden daarvan hoor... en ik sta er ver vandaan nogmaals... maar als dan wordt gezegd van ja, we hebben automatismes... Nou, dan vraag ik me echt af wat voor systeem Jong Oranje speelt. Ik bij mezelf denk van dat Jong Mo niet even mee kan doen met jullie, met alle respect. Mm. Ja, eens. Ja, zij kiezen, in ieder geval als je de uitleg hoort, dat ze kiezen voor een hele vaste kern die ze waar ze mee zijn. Ja, die bekend is met hoe hun spelen. Ja. Volgens mij zo bijzonder spelen ze toch niet? Ze spelen 4-3-3, wat we in Nederland allemaal gewend zijn. Ja. Dus leg mij dat maar eens uit. Dan denk ik wel bij mezelf met alle respect. Ja. Het is voor mij wel onbegrijpelijk. Heerlijk, hè? Weet je wat ik bedoelde voor de uitzending? Wat? Ja, zeg gewoon wat op staat. Ik kon het zelf niet. Ik ben weinig voetballers. Leg maar uit. Kijk, met Mo, ik weet ook niet hoe fit Mo is. Weet je? En of hij nu een eindtoernooi kan gaan spelen. Maar als een trainer aangeeft bijvoorbeeld hij is niet fit, dan is het duidelijk. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Natuurlijk. Dat viel me heel erg op. Maar we moeten zo meteen maar even over Jong Oranje gaan hebben. Want dat viel mij in die eerste wedstrijd op. Dat ze gewoon Roemenië was leuk. Nee, maar ze waren op. Ja, maar Roemenië was ook leuk. Maar, heb je die nummer 10 van Roemenië gezien? Ja, zeker. Zit zeker bij jou? Nou, was het maar waar. Oh, oké, goed. Dan had ik niet meer lang hier zitten. Goed, we gaan het hebben over Oranje. Met iemand die bij de persconferentie was. Ja, de stem hoorde ik vandaag al een keer. Ja? Ja. Ga je goed op de stem van Arno Vermeulen? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, dat is wel fijn. Als je nu nee zou zeggen, dan... Nou, als de camera uit is, zeg wat anders. Ja, ja. Dag Arno, goedemiddag. Goedemiddag allemaal daar. Goedemiddag. Hoe was het, de persconferentie vandaag? Ja, niet heel anders dan de meeste persconferenties hoor. Ik denk niet dat het een heel sensationeel gebeuren was. Het begon natuurlijk wel redelijk snel met de mededeling
van Matthijs de Ligt dat er morgen in ieder geval aandacht wordt gevraagd voor de omstandigheden in Qatar, voor de arbeidsemigranten. Dus dat was nieuws, hè, want je gaat ook wel naar een persconferentie om nieuws te horen. Mm-hmm. Op sportief gebied was Frank de Boer wat voorzichtig. Hij zei wel dat Kruls de eerste doelman is, dus dat hij gewoon gaat keepen. Verder hield hij eigenlijk wel veel slagen om de arm over het elftal. Dus ik heb inderdaad ook niet zo'n idee nog wat hij morgen wil gaan doen. Ik denk dat hij minder gaat wisselen dan wij misschien wel verwachten en misschien wel hopen. Ja, ja Arno, want over de Ligt, wij hebben het er nog helemaal niet over gehad. Die kwam met een soort grijns, hè? Vertelde hij het, ik heb een nieuwtje voor jullie. Ja, dus heb ik een primeur voor jullie, zei hij. Toen ik erna vroeg van, hey, Noorwegen, Duitsland... zijn jullie al shirts aan het bestellen? En toen bleek dat ook wel te kloppen. Hij wil niet vertellen wat ze gaan doen. Maar ja, wat kun je meer doen dan aandacht vragen via inderdaad shirts bij een opstelling of zoiets. Ja. Dat zal in die sfeer zijn. Ik denk niet ineens dat ze een dansje gaan maken op de middenstip. Nee. Dus het zal in de lijn liggen. En er werd daarna wel gegist van, is dat nu jullie idee? Of komen jullie naar Noorwegen en Duitsland, nou, daarvan zei hij, we waren er wel al mee bezig. Maar we hebben gisteren besloten, we hebben overlegd er vaak over. En gisteren besloten dat we het ook echt gaan doen. Ja, ja, ja. En dan kan je je afvragen, is dat... want het ging er natuurlijk afgelopen week ging het er heel veel over. Memphis, van mij bij jullie voor de camera. Nou, je had natuurlijk Wijnaldum op de persconferentie eerder... voor de wedstrijd tegen Turkije. Dat ze erover na wilden denken. Het moest overlegd worden met andere bonden... En ja, nu heeft Noorwegen een actie gedaan met shirts. Duitsland gedaan een actie met shirts. Is dat het statement wat er eigenlijk verwacht wordt nu? Nou ja, dat is wel een goeie. Je krijgt nu altijd de reactie van dat is wel heel makkelijk. Hè? Je gaat daar met een shirt staan en dan voldoe je een beetje de verwachtingen. En dan is dat dossier maar klaar. Dan hebben we dat, kunnen we dat afstrepen van ons lijstje. Ja. Aan de andere kant, als je het niet doet, zegt iedereen ze zijn nog... te beroerd om aandacht te vragen. Terwijl ze dat nu kunnen in zo'n thuiswedstrijd in de arena. Door middel van een shirt of iets anders. Je kunt het ook niet zo heel snel goed doen. Ik denk eerlijk gezegd dat overleg op de achtergrond internationaal... dat dat veel meer bij de bestuurders moet liggen. Zeker. Bij de KNVB en bij de andere bonden. Om te kijken hoe je toch nog met bonden een krachtige statement kan maken... dan wat er nu gebeurd is. Er is eigenlijk nog bijna niks gebeurd. Nee. Maar laat die spelers dan, zou ik tenminste denken... laat die spelers het maar houden op dit niveau, op dit moment, die kunnen niet zo heel veel meer doen. Ik vind nog steeds dat de verantwoordelijkheid bij de bobo's ligt... en bij de bonden ligt en echt minder bij de spelers. Er gebeurt iets. Dit zijn foto's die de kranten halen. Wij hebben het erover. Het was het nieuws van de persconferentie. Daar kan je ook niet zeggen dat je niks doet. Nee. En het alternatief is gewoon uitermate beroerd. Want dan zou je nu niets doen... en dan kun je dat de komende maanden eigenlijk ook niet meer doen. Nee. Ja, het is een gebaar, maar ik denk echt dat het ook echt wel uit... de harten van de spelers is. We weten dat spelers bij Oranje echt wel veel zaken ook doen voor goede doelen. Dat ze geld afstaan van hun premies die ze krijgen bij het Nederlands elftal. Om daar anderen mee te helpen. Dus dit ligt wel in de lijn van spelers die best wel maatschappelijk verantwoord denken. En ja, kun je meer doen. Ik zou het op dit moment ook niet zo snel weten. Arno, je hoort wel dat constant ook Matthijs nu weer zei... dat ze met de andere teams, met de andere bonden willen overleggen... wat ze samen kunnen nog doen. Is dat richting het WK of heb je de verwachting dat het eerder komt? Of is dat puur ook echt kijkend als men daar op het veld staat... om dat nog iets voor elkaar te krijgen gezamenlijk? Ja, Simon, ik vind het moedig om dat te proberen... maar je kunt zo lastig internationaal wat regelen. Wij zijn in Nederland er behoorlijk druk mee, hè, met Qatar... en dat geldt voor Scandinavië en voor Duitsland. Er zijn natuurlijk ook heel veel landen die naar zo'n toernooi gaan... waar dat toch echt wel veel minder leeft en waar ze er veel minder mee bezig zijn... Ja, ik zou zeggen, pak je eigen verantwoordelijkheid. Wat kun je doen in Nederland? Wat kun je doen als Nederlandse spelers? En wat ik net zei, kijk vooral als KNVB... wat je wel samen kan doen met misschien een paar andere bonden... om nog een stevig statement te maken. En ik denk dat die spelers echt richting het WK... zelf nog wel wat meer zullen doen. Maar ik verwacht helemaal niet dat er een gecoördineerde actie gaat komen... uit heel veel landen. Nee. Terugkom bij de persconferentie. Jij opende natuurlijk de persconferentie. Ook de trainer vragend op zijn tactisch plan of hoe hij het voelt, ook met de nederlaag. Vond je hem niet heel terughoudend met alles wat hij zei? Of, ik wil niet zeggen dat het zwak was, maar communicatief naar jullie toe. Niet veel loslatend, misschien ook niet wetend wat hij moest verkondigen? Ik heb hier ook wel wat. Ja. Of ga ik te ver? Nee, je gaat helemaal niet te ver. Maar ik bedoel, wij zijn een soort... wij zijn een doorgeefluik naar iedereen in Nederland, zeg ik altijd maar.
Dus wat hij tegen ons zegt, dat gaat ook naar alle voetballiefhebbers in het land en mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, ik vind dat niet heel erg sterk. Ik vond die persconferentie ook niet heel erg sterk. Nee. Je kunt ook zeggen dat het niet zijn specialiteit is. Dat is ook gewoon waar. Frank de Boer is niet iemand die zich heel makkelijk op dit soort persconferenties laat zien. Maar ik vond dit wel een van zijn mindere ook nog. Dit kun je beter aanpakken. Ik vind de fase dat hij gaat uitleggen over Promes ging dat. Dat heb je gezien. Waarom die er niet bij is. En dat hij genoeg vleugelaanvallers heeft. Ja, en waar hij dan heel lang aan het zoeken was naar Steven Bergwijn. Die zit er ook bij. Maar dat is toch onprettig. Ik bedoel, hij komt niet op de naam Bergwijn. Maar hij loopt sowieso de naam wat te verhaspelen. Hij heeft het niet snel op een rij. Maar ik vind dat hij helemaal niet zo in detail dat moment hoeft uit te leggen hoe dat nou zit. Hij kan zeggen, Promes, ik heb voldoende aanvallers. Ik heb hem niet geselecteerd. En nu maakt hij zichzelf ook heel erg lastig. Dat valt me op. Dat hij het vaak zichzelf gewoon heel erg lastig maakt. En natuurlijk hang je ons niet alles aan onze neus. Maar soms kan hij best wat compacter antwoorden. En soms kan hij ook wel wat beter uitleggen wat hij wil. Ik wil ook wel meer weten van hoe hij nu denkt over systeem. Of hij toch beter gaat nadenken nog over een ander systeem. Want daar zijn jullie vast ook mee bezig daar. En ik natuurlijk ook. Hè. Je denkt van ja, jongens, is dit nou de basis waar we straks op een eindtoernooi EK moeten gaan spelen? Met deze aanvallers, met deze tactiek. Daar ga je grote twijfels bij zetten. En ik wil daar van hem ook vaak wel wat meer over horen hoe die daarin zit. En ja, dat komt er in zo'n persconferentie niet echt uit. En een cruciale vraag voor mij, want we hadden het net over de communicatie en respect ook voor de groep. Is hij communicatief naar de groep? Dan weet jij daar meer van wel sterker? En weet hij daar wel duidelijk te zeggen waar het op staat, dat de spelers hem daar ook voor vol nemen? Weet je hoe dat zit? Nee, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig. Communicatief is hij naar de media, dat zien we net weer, is hij niet heel sterk. Ik weet echt niet hoe dat intern is. Je merkt wel dat Nederland zelf ook onder zijn leiding, maar dat gold ook wel een beetje onder Koeman, niet heel erg goed begint aan interlands. Ook dat is misschien wel een deel van de communicatie. Hoe inspireer je een elftal aan de voorkant? Hoe schiet je toch uit de startblokken naar aanleiding van je hele voorbereiding op een wedstrijd? Dat verloopt vaak niet goed. Dus daar zou je ook een kritische noot bij kunnen kraken, hoe die het elftal in dat opzicht prepareert. Maar nee, de spelers kunnen veel beter vertellen hoe hij in die groep functioneert. Daar staan wij echt voor, zeker in coronatijdperk, daar staan we echt voor op grote afstand. Hij staat natuurlijk wel, ja, wat is het, 2-0, 3-0 achter sinds zijn aanstelling. Dus dit helpt ook gewoon allemaal niet mee, toch? Nou, hij stond op achterstand. Als je, Simon, wil jij of moet ik het zeggen? Nee, zeg jij het maar. Ik luister. Nou ja. Hij stond wel op achterstand toen hij begon. Maar ik had wel het idee dat hij daar iets van, om maar in de beeldspraak te blijven, iets van aan het afknabbelen was. We hebben natuurlijk ook echt al een aantal goede wedstrijden gespeeld. Het is niet allemaal kommer en kwel. Maar ja, voetbal, dat zijn dagkoersen. En je verliest met 4-2 van Turkije. Daarna komt niet echt een heel goed verhaal in persconferenties. Het blijft een beetje hangen bij wat een pech. En er ging een balletje via een speler de goal in. Dan zakt het vertrouwen weer een beetje weg. Dus dit helpt hem niet. Ik vond dat hij de periode daarvoor alles bij elkaar, dus tegen Italië onder andere, Polen, dat de Nederlands elftal en dan ook de bondscoach er echt wel aardig in zat. Ja, ik vond het wel. Nou ja, kijk, en het speelt natuurlijk mee in de beleving van mensen hoe die zich uit op persconferenties. Het ging ook over Memphis. Memphis heeft zelf geroepen. Nou, eigenlijk gewoon heel duidelijk, ik wil in die spits staan. Ik wil niet vanaf links voetballen. En hij reageerde natuurlijk ook op. Hij zegt, ik denk dat het wel belangrijk is dat je luistert naar spelers waar ze zich prettig bij voelen. Anderzijds hangt het van de tegenstander af waarbij het meeste rendement kan halen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het team. Dat laatste is het belangrijkste, ja. En dit heb ik denk ik 5 keer teruggelezen. En toen dacht ik, eigenlijk zegt hij niks. Maar ja, het is natuurlijk niet lekker dat een van je belangrijkste spelers zich nu al zo gaat manifesteren en zegt, oké, ik moet gewoon de spits zijn. Ja, maar dat heeft hij ook wel naar Koeman gezegd. Ja, maar ik denk niet dat Koeman. Denk je dat Koeman als tegen Memphis had gezegd, je gaat gewoon van links spelen, dat Memphis dan had gezegd? Nee, maar Memphis heeft ook al onder Koeman duidelijk aangegeven. Maar denk je, jij hebt het net over, zeg maar, de status van een bondscoach. Of je boos kan worden op een groep. En of als jij tegen Memphis zegt, je gaat links spelen, of die dat dan accepteert. Denk je dat dat nu hetzelfde is onder Frank de Boer?
Dat laatste doet hij wel, hè? Dat laatste doet hij wel. Hij accepteert dat natuurlijk wel. Ja, maar je hebt accepteren en accepteren. Je snapt wat ik bedoel, toch, Arno? Ik vind dat Memphis doet het iets subtieler dan jij zei, hoor. Die zegt echt niet dat hij hier op links wil spelen. Hij spreekt steeds zijn voorkeur uit. En ik heb hem zelf gisteren ook geïnterviewd. Toen begon ik over, het ging pas lopen toen jij naar links ging. En Luc de Jonge binnenkwam en dan roept hij, om aan te geven hoe hij dan een soort van licht verzet geeft, zegt hij van ja, maar toen ik nog aan die in de spits stond, hadden we via Malen met onze 1-2's ook twee serieuze zeker kansen. Ja. Dus hij gaat dan in de verdediging, omdat hij daarmee natuurlijk uitspreekt dat hij gewoon in de spits wil spelen. En zijn cijfers, ik geloof in de laatste, was het 46 in het land, 23 goals en assists of zo. Die zijn ook in de spits vaak natuurlijk wel heel erg goed. Ja, hij maakte de bondscoach daar soms wel een beetje lastig mee. Maar anders kan hij ook weer niks zeggen. En je zag het dat Frank de Boer ook, die manoeuvreerde ook wel een beetje zo. Van, ja, het gaat natuurlijk om dat hij zich ook daar lekker vindt. Ja, ook het team. Het gaat ook om het teambelang. Ja, toen zei ik ook in dat interview in die persconferentie, maar het gaat om dat laatste. Want het gaat natuurlijk om dat laatste. Ja, het gaat om dat team. Ja, maar Nederland, even één ding. Door Memphis, in die tijd dat wij zeg maar uit het gat kwamen, en dan Ronald Wolfgang, Memphis in de spits, met een vrije rol, heeft hij aanvallende team gedragen. En dat is natuurlijk iets wat hem ook nog bewust is. Het enige verschil is nu dat de tegenstander het ook inmiddels weet dat ze hem absoluut in de gaten moeten houden. Dus, maar de kwaliteiten van Memphis zijn onomstreden dat hij daardoor het Nederlands elftal ook beter heeft. Ook de leider, hè? Ook gewoon... Ja, absoluut. Ik weet misschien... Als je Memphis zag voetballen in Oranje, en dat is voor jou als profvoetballer misschien anders, maar als ik het dan bekeek, hij straalde ook uit. Wij kunnen gewoon wedstrijden... Als je tegen Duitsland... Wij kunnen van Duitsland winnen. Wij kunnen van Frankrijk winnen. Hij heeft natuurlijk hoe die loopt en zijn uitstraling. Ja, dat ziet er wel zo uit. Maar ik moet zeggen, wat mij het meest opvalt, is dat Frenkie de Jong niet echt aan de bal kwam deze wedstrijd. En hij zei het volgens mij ook daarna in een interview, en dat vond ik echt een goed interview van hem, dat hij zei, ja, ik liet het spel te veel langs me heen gaan. Ja, zeker. Ja. En in mijn ogen is hij de belangrijkste speler van Nederland zelf. Ja. Want het begint allemaal bij hem. Ja, dat was wel mooi. Ik weet niet of het bij jou was, Arno, maar het ging op een gegeven moment met Frenkie over dat Frank de Boer had gezegd dat sneller de wisselpaas gespeeld moest worden. En toen zei Frenkie, ik weet niet of hij het wist dat de bondscoach het tegenover de gestelde had gezet, maar Frenkie zei zo, soms is het juist goed als het 5-4 aan de ene kant staat, dat je juist aan die kant blijft, omdat je overtal hebt, in plaats van dat je gaat... Dat is al het Spaans voetballen. Ja, nee, maar ik vind Frenkie, maar Arno, jij spreekt hem, denk ik, elke interland spreek je hem. Het is natuurlijk weergeloos hoe hij ook over voetbal praat. Je hebt gelijk, hij had het durf om tactisch ander geluid te laten horen dan de bondscoach. Precies wat je zegt. Hè? Frank de Boer zei eerste helft te weinig wisselpaas. Ja. En Frenkie zei trouwens niet bij mij. Ik weet niet in welk kader hij er wel, daarna wel gezegd heeft. Maar hij zei inderdaad, van als wij een overtal hebben aan die linkerkant, is het prima om het daar uit te combineren. Ja, dat is een iets andere filosofie. Maar vielen jullie niet op? Ik had het idee dat Deli Blind en Frenkie elkaar eigenlijk wat meer in de weg liepen. Dat je niet echt het goed had staan dat die twee tot hun recht kwamen. Die stonden vaak best wel in dezelfde zone van het veld. En daar heb je, ja, dat is niet heel handig. Ja, jij zegt, ja? Nee, Adil geeft het aan. Frenkie te weinig betrokken? Nee, maar wacht even. Frenkie, ik heb al, toen hij naar Bassa zei, dat wordt de leider van Bassa. Ja. En dat hoop ik nog steeds, dat wordt hij ook. Ik heb nog steeds een weddenschap. Binnen 3 jaar moet hij de gouden bal hebben gewonnen. Die weddenschap heb ik nog steeds lopen. Ik heb gezegd, binnen 5 jaar met mijn kleine zoon. Van 12. Dat is een belangrijke weddenschap voor mij, hoor. Je lacht, maar ik moet die winnen. Ja, jij gaat mee in deze weddenschap? Ja, ik vind Frenkie de Jong verder hij de wordt beste voetballer die wij hebben. Ik zou, maar gouden bal, hè? Is beste ter wereld. Ja, ik schat hem echt. Ik denk dat hij echt op niveau van Xavi en Iniesta kan komen. Op de ik ga nog verder. Hij wordt na Johan Cruijff de nieuwe Nederlander. Ja, ik vind hem echt verschrikkelijk goed. Maar spelen wij dan gewoon in Oranje toch vanaf nu met Frenkie met het punt achter? En dan speel je toch met Wijnaldum en met Klaassen? In balbezit, hè, Arno? In balverlies wil ik hem liever dan dat niet iemand naast hem staat. Dat hij wel meer naar voren kan. Het is natuurlijk wel anders, hè, hoe hij nu bij Barça speelt. Hoe Koeman het en goed. Ja, nee, natuurlijk. En goed. Ja. Okay. Als dat ook nog komt, als hij ook nog aanvallen, nog meer impuls kan geven, bedoel ik dan de laatste 20 meter voor de goal, hè. Tot die 20 meter voor de goal is er geen betere middenvelder. Maar als hij dat ook nog krijgt, ja, dan... Heeft hij bij Barcelona wel gedaan? Een periode, ja, laatste tijd wel. Laatste tijd wel, inderdaad. Dus ik ben daar heel benieuwd. Daarom heb ik hem ook, ja, zeg maar, de punt naar achter. Ik heb liever dat we hem een linie verder krijgen en dan wel aan de bal krijgen. Of dat hij zichzelf vrij speelt in in die linie. Maar goed, Letland en Gibraltar mogen geen problemen zijn, toch, Arno? Wil je dat nog één keer herhalen? Ja, nee.
Heb je, nee, heb je Rafael gezien die zegt, ik heb mijn mobiel al bij de hand gehad? Rafael had nog de illusie dat hij misschien opgeroepen zou kunnen worden voor deze Interlands. Ja. Nou, kan ik van dichtbij vertellen dat het handig is dat Theo Jansen en Rafael van der Vaart zich niet meer bij Oranje melden. waar mij vooral om ging, hè, wat ik steeds probeer te benadrukken, kan mij dat WK even nu schelen. Hè? Die 9 Interlands hebben we nog, deze 2 gaan we winnen. En we kunnen het aan alle kanten repareren. Ik vind het veel grotere winstwaarschuwing voor het EK. Ja. Wij denken maar dat we door die pool wandelen tegen Oekraïne. Oekraïne speelde prima. Wij moeten echt nog wel goed nadenken hoe willen wij op het EK spelen. En die spelers zullen er meer van overtuigd moeten zijn dat we echt niet de beste 11 spelers op dit EK hebben. Misschien denken we dat soms. Dus als we wat willen bereiken, zal het echt nog veel meer uit het team moeten komen. Dat ze echt waanzinnig als team gaan knokken voor elkaar. Wat zonder Koeman in de periode ook maar wel gedaan. Maar dat is wel een essentieel iets wat je nu zegt. Hè? Dat besef, en dat is misschien ook wat ik net tegen Adil probeer te zeggen. Dat besef was wel aanwezig onder Koeman. Dat was hoe hij voor die groep stond. Het besef... Nee? Waarom was het besef daar ook? Omdat ze van laag kwamen. Nee, maar op een gegeven moment van laag. Maar ja, op een gegeven moment, dat hebben ze wel volgeten. En die flow hebben ze meegenomen. Ze kwamen van onder, ze moesten bewijzen dat ze het konden. Ja. We hadden ook geluk. En die rode lijn hebben we nog steeds. Ik kijk altijd bij een team, oké, staat de rode lijn. Daarmee bedoel ik keeper, centrale verdediger, middenvelder, aanval. Die is er nu ook. Alleen de spelers die er om heen draaien, die zijn niet kwalitatief de beste spelers die we hebben in Europa. Huh? Nu heb je het dus niet. Je mist je keeper en je mist je centrale verdediger. Nou ja, Matthijs is er. Dus dat is al één. Je hebt Virgil niet, maar je hebt... Nou... Oké, nee, zeg maar. Ja, tuurlijk is Virgil van Dijk waanzinnig goed, maar Matthijs moet het kunnen dragen. Als nu, persoon van Juventus, hij moet het ook kunnen dragen. En dan Frenkie en dan Memphis. Dus die lijn staat. Alleen, er rondomheen zijn de spelers niet kwalitatief beter dan andere landen. Toen kwamen we uit een dal en hebben het meegenomen de flow. Ook Memphis, Frenkie, iedereen ging opstaan. Nou, en nu is het zo, wij zijn nu boven. Wij zijn diegene die gejaagd worden, niet meer de jagers. En ja, dat is het moeilijke dan te presteren als niemand iets van je verwacht. Mooi, oké. Succes dit weekend, Arno. Veel plezier vooral. Letland, op wie moeten we letten? Bij Letland? Ja. Daar ga ik morgen eens even over bij. Ik zei het vandaag tegen Broes. Broes had zich ook nog niet verdiept in Letland. Nou ja, morgen doe je tv? Nee, ik doe radio met Jeroen Guter. En Frank Snoeks is de commentator bij Letland op televisie. Dus Frank weet ongetwijfeld alle achtergronden van alle spelers van Letland. Maak je maar geen zorgen. Dankjewel, Arno. Fijne middag. Fijne weekend. Hoi. Ja, het is misschien wel een goed punt wat je zei. Overigens wordt in de chat gezegd, Timon ook. Timon junior heeft er meer verstand van. Ja, ik ben benieuwd. Hou die vast. En de naam erbij en dan kijken we de komende 3 jaar. Boy Koen is dat. Ja, ik verwacht echt dat hij de leider van Barcelona wordt. Meen ik serieus. Heb je dat ook, Leen? Ik hoop het vooral. Ja, een mooie speler om naar te kijken. Dus ik hoop dat hij de leider wordt. Hij is de eerste speler waarvan ik ooit... dat wij voetballers in de studio hadden... dat voetballers gewoon een idolaat van hem waren. Die tegen hem speelden. Gewoon eerst de jongens in de KKD die tegen hem speelden... maar ook gewoon in de Eredivisie die zei. Dat is gewoon niet normaal. Maar het is natuurlijk wel ontzettend lastig ook voor hem. De trainer, naar mijn mening de beste trainer voor het Nederlands elftal gaat weg. Niet de beste speler, maar de belangrijkste speler die valt weg. Ja. En ja, dan krijgt hij nog meer... aandacht. En ik hoop dat hij het waar kan maken. Want dan denk ik dat ik me aansluit. Ik heb bij hem het gevoel, Len, ik weet niet of jij dat hebt. Misschien Adil kan het ook zeggen. Ik heb zo'n gevoel alsof hem het niet... Ik heb zo'n gevoel dat hij zo'n bescherming om zich heen heeft. Omdat hij zo in het leven staat. Ik heb niet het gevoel dat hem dat raakt. Wat raakt hem niet? Ja, dat hij nu zegt, ik heb nu meer last op mijn schouder. Ik heb het gevoel dat hij dat gewoon uit zichzelf al doet. Ik heb het gevoel dat hij ook bij Barcelona van zichzelf... Voetbal is mijn spelletje, weet je. Ik geef mij die bal en ik doe waar ik goed in ben. En dit is niet iets opgezegd, iets geleerd of ik moet naar hier iets anders doen. Hij doet gewoon waar hij goed in is. Dat gevoel heb ik bij hem. En daarom kan hij ook zo accelereren. Daarom verwacht ik ook niet dat er een stop op zit. Iemand andere spelers, niet over mezelf te praten, maar ik moest bij alles nadenken. Oké, wacht even, wat is nou gevraagd? Oké, dat moet ik nou doen. Ik had dat niet. En hij heeft dat volgens mij helemaal niet. Was jij ook een fanboy toen je tegen hem speelde? Ja, ik weet nog heel goed dat hij tegen ons inviel in de tweede helft bij Ajax. En... ja, dat moment zal ik nooit meer vergeten. Serieus? Ja, echt nooit meer. Ik weet nog heel goed hoe hij bij mij ook wegdraaide... en ons allemaal voorbij liep alsof we er niet stonden.
Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Nee. Maar ik ben van niemand een fan of zo, maar ik vind hem echt niet normaal goed. Maar het lijkt me zo heftig, want ik heb dat zo vaak met voetballers gehad. Dan hebben we het gewoon over eredivisie voetballers. Het is niet alsof je dat die het doet bij een speler in de vierde klas of de vijfde. Gewoon... Ja, hij is niet normaal. Hij is niet normaal. Ja. Ik vind hem echt zo goed. Ja, en grappig, als ik moet kijken naar de middenvelders die nu in Europa rondspelen, ja, zeg mij maar wie zoveel beter als hem is op het moment. En weet je wat het mooie is en wat Adilum schrijft? Dit kom je af en toe tegen in de voetballerij. Ja. En dat zijn, weet je, we hebben het ook, wij... En het mooie vind ik dan nog bijvoorbeeld ook... Ik heb dat met Frenkie ook, als ik hem zie spelen. En ik heb Messi nog nooit live zien spelen. Nee. Maar als ik dan Sergino Dest hoor, hoe hij over Messi praat... wat deze man in de training doet... dus schijnt dat nog een keer, maar dan dichter bij de goal te zijn. Dus wij nemen het ook zo voor normaal aan dat iemand die prestatie levert. Mm. Terwijl het helemaal niet normaal is dat het vaker bestaat. En dat heb ik inderdaad bij Frenkie ook, wat hij af en toe doet. Hij heeft ook oplossingen, wat ik mooi vind. Ik heb met één trainer gewerkt die ook totaal anders was dan alle anderen. Dat was Willem van Hanegem. En die Utrecht, zei, of niet? Ja, ik ging toen naar Utrecht, omdat ik bij Louis was. En Louis was natuurlijk strak van de tactiek. En daar is de ruimte, daar moet de bal heen. Ja. En Willem die zei zo, ja, maar als je goed in een kleine ruimte kan voetballen, blijf toch lekker hier. Anders moet je weer helemaal naar de andere kant lopen. Ik zei, hier was zo dicht mogelijk bij de bal. Dus die had ook bij. Blijf gewoon lekker. Laat die bal gewoon lekker hier. Niet helemaal naar die andere kant. Nee. Dan moet je wel. Maar ik hou niet van lopen in die richting. Dus het was fantastisch om dat ook mee te maken. En ik ben het wel met je eens wat je net zegt. Hè? Het lijkt in de grote wedstrijden bij Ajax. Weet je, dat zit ik nog wel eens terug te kijken. Madrid uit of tegen Juve. Hij werd gewoon beter en beter. Ja. Hoe hoog de druk ook werd op een gegeven moment. Maar ook bij Barcelona. Ik volg Barcelona op de voet. Ja? Ik ben echt een Barca-fan, kan ik wel stellen. En Madrid kijk ik ook altijd. Dat zijn twee clubs waar ik altijd voor ga zitten elke week, als ik vrij ben. Maar vanaf dag één bij Barcelona speelt hij zijn eigen spel. Mm. Dus op zijn eigen 16 wegdraaien bij tegenstanders. Geen angst. Nee. Helemaal niks. Nee. Ik denk dat het wel voor hem heel lekker is dat Koeman nu is, toch? Ja, ik denk dat hem niet zoveel uitmaakt welke trainer er is. Nee, maar het enige wat ik bij Bas... Maar Koeman heeft natuurlijk al met hem gewerkt. En kijk, ik snap het wel, want je hebt nu niveau van trainers en dat soort dingen. Maar ik denk dat Koeman, hetzelfde als bij NL zelf, dat je een paar pilaren hebt waar je team aan gaat bouwen. En nou, Frenkie heeft voor mij de eerste maanden best wel veel kritiek gehad in Barcelona. Hoe ze hem gebruikten en waar die stond. Ja, oké, maar hij speelde wel elke wedstrijd. Nee, natuurlijk. Maar nu zie je een trainer die... zijn elfde ook ophangt aan een bepaalde spelers. Ja, ik denk dat bij Barca is alles neergezet voor Messi. Ja, één man, tuurlijk. Voor één man. Ja. Ik denk dat enige pilaar is bij ik Barca. Ik blijf trouwens zeggen dat ik denk dat het goed is als hij weggaat. Als hij weggaat? Mm. Ja. Ja? Ik vind het lastig, want hij beslist nog wel een wedstrijd. Nee, wacht even. Buitenkijf is hij de speler. Daar gaat mij niet om. Ik twijfel ook helemaal niet als ik... Maar ik zou het fijn vinden als er een... Heet je gewoon een nieuwe stad komt. En Messi ook. Ik bedoel, ik heb toevallig vandaag een interview gelezen van Beckham over Miami. Weet je, tuurlijk is Messi blijft de beste. En Ronaldo ook. We hoeven niet over te praten. Maar ja, moet je het nou nog weer bewijzen? Ik bedoel, het is waarschijnlijk genieten voor hem. Maar het is wel op een manier genieten waar je ook echt moet werken. En Barcelona heeft de kans om een kap te maken. Misschien ook met de jonge jongens. Ansu Fati komt er ook aan. Op Pedri op middenveld. Met Frenkie op middenveld. En nu nog goede centrale verdedigers erbij. Ja. Nou, jammer dat ze Upamecano niet gehaald hebben. Nou, misschien Haaland nog. Dan maak je een nieuwe stad. Haaland, 180 miljoen, hè? Hoorde vandaag. Ja, Borussia. Maar goed, ik vind Haaland te spelen voor Real Madrid. Daar blijf ik van... Overigens, het was eerder dit jaar, toch? Messi, Ronaldo, ouwe Sar. Ja, zeker. Nee. Heb je niet meegekregen? Ja, nee, ik ben van nadenken, maar... Mentaliteit. Oh, interview van trainer. Ja. Ja. Ja niet dat je vaak die drie namen in één rijtje... Nee, maar goed, dan moet je wel het hele context kijken. Nee, tuurlijk. Maar ik las het. Ik dacht, ja, vind ik wel mooi. Want voor de mensen die het gemist hebben, het ging over jouw gedrevenheid. En, ja, in de wedstrijd. Ja. Mentaliteit. Ja, nee, het was een leuk stukje om te zien. Denk je ook dat je zover heeft gebracht, zeg maar? Nou, ik denk dat als ik dat eerder in mijn carrière had gehad... dat nog meer naar boven had kunnen krijgen vroeger in mijn carrière. Dus vooral toen ik jong was. Dan had het mij veel verder kunnen brengen, laat ik het zo maar stellen. Dus je hebt het eigenlijk ontwikkeld door de jaren heen? Ja, ontwikkeld. En ik moet eigenlijk ook wel zeggen... enorm ontwikkeld ook wel onder deze trainer de afgelopen 2,5 jaar. Ja, hoe kan dat? Dan dat zo'n trainer je daarin zeg maar, op
laat, of in ieder geval naar laat kijken. Dat je daar meer maar over... Ik denk sowieso dat als je ouder wordt, ik denk dat de jongens het wel kunnen aan, dat als je ouder wordt, ga je meer nadenken over je acties. Je gaat jezelf sociaal ontwikkelen. Dus je gaat jezelf ook vragen afstellen van oké, ben ik daar goed mee omgegaan of wat minder mee omgegaan? Ja. Of herken ik me daarin? Of zou ik het toch anders doen? En ja, onze trainer is in dat opzicht een echte winnaar. Die kan echt niet tegen zijn verlies. En bij het begin heb ik best wel moeite met hem gehad. Ja? Omdat we best wel direct zijn beide. Veel gesprekken gehad. Maar daarna eigenlijk veel van hem geleerd. En hij kan gewoon heel slecht tegen zijn verlies. En dat probeert hij ons heel veel bij te brengen. En daarnaast krijg je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid over het team een beetje als je wat ouder wordt. Ja, zeker. Ja. Dus dan bouw je dat gewoon verder uit op een gegeven moment. En ik denk dat het niet heel erg bijzonder is. Maar ik denk dat het wel een hele belangrijke... Maar als je dit zo hoort, dan is het echt een geluk dat je dan nu Vrees bent tegengekomen. Op dit moment in je leven. Want? Nou, dat hij je heeft geholpen. Oh, geluk. Ja, nee. Dat hoe dacht jij het? Geen kritiek. Ja, ik weet niet. Er ging iets heel anders door je hoofd, hè? Dat was paraat, hè? Nee, ik begreep even niet wat je bedoelt. Nee, maar nee, ik heb het uitstekend namens die kijk, dat hij zulke dingen over mij zegt, dat waardeer ik enorm. En, wat moet ik er nog bij aan toevoegen? Nee. Jij als teambegeleider, als je dan zulke... Kan ook zijn tegen trainen. Ja? Ja. Maar goed, jij kijkt ook als trainer zijnde, een beetje met de bril van de trainer. Maar ook als je gaat, maar heb je dan een aanvoerder die vrij... Nou, hij is wel echt een leider, die ook zegt waar het op staat. De trainer ook, we kennen hem ook allemaal. Moet je daar als dichter bij de groep zijn ook af en toe wat gladstrijken? Of de rust bewaren? Of moet je daar diplomatiek in zijn? Of is wie ik? Ja? Nou, ik denk... Adil is denk ik een geschenk voor een trainer. Hij bewaakt ongelooflijk goed de kleedkamer bij Sparta. Rijden jullie samen naar huis? Nee. Die tijd hebben we gehad. Die tijd hebben we gehad dat ik... voor een trainer is het hartstikke fijn dat je iemand hebt die kritisch ook is naar de groep toe. En waar iedereen het ook van aanneemt. Hè. Bij Sparta hebben wij een hele leuke groep. Maar er zijn niet heel veel mensen die kritiek durft uiten naar de eigen spelers. Laat staan als het gebeurt dat het ook geaccepteerd wordt. En hij is een van de weinigen die dat wel doet. En waar het ook geaccepteerd wordt. Dus ik denk dat voor een trainer dat het heel prettig is. En voor mij, ik ben vaak, ik sta erbij. En dan zie ik wel dat het goed is dat hij daar rondloopt. En het is wel ook mooi om te zien. En soms hoor je wel eens inderdaad dingen die de trainer zegt. Ja. En wat hij hoopt, wat er in een groep gebeurt. Ja, dan kan je daar wel een klein beetje in sturen van, joh, weet je. Maar eigenlijk gebeurt dat eigenlijk wel automatisch. Ik moet eerlijk zeggen, voelt Adil goed aan. Ik vind dat echt in het Nederlands voetbal. Ik vind het type Adil dat het een beetje uitsterft. En ik denk dat bij Twente Wout Brama heb je er nog zo'n type lopen. Maar ik denk wel dat dat echt. Nou, ik vind niet dat je twee kan. Sorry dat ik het zeg, maar die twee kun je denk ik niet vergelijken. Want? Maar dat is van de buitenkant, hè? Maar waarom kan je niet vergelijken? Nee, omdat ik ken. Ik denk dat Adil een hele andere type is als mens dan Wout Brama. Maar puur checkt nee, in de kleedkamer heb ik het over. In de wedstrijden, hè? Ja, ik denk ook in de kleedkamer Adil een andere persoon is. Oké. Okay. Ik ken Wout dan niet van in de kleedkamer en op veld. Maar als ik dan zie hoe hij op het veld bezig is met het team. Het team luistert daar ook naar, ook in onze wedstrijd. Dan denk ik, ja, weet je, dat is wel het type wat prettig is voor de trainer. Wat je bedoelt. Leiders op het veld. Ja. Maar voor mij kan je ook gewoon goed met iedereen. Toch? Ja, nee, ik kan uitstekend met iedereen. Als ze maar doen wat jij wil. Je moet niet altijd dat... je moet niet mensen... Maar ik heb altijd een beetje... Want ik zat daar natuurlijk ook over na te denken. Dat bij welke clubs je dat nog meer hebt... Tadic is anders, hè? Is anders, maar wel echt een leider. Echt een enorm leider waar de hele groep naar luistert. Hè? Ik heb bij Utrecht heb ik het altijd. Hè? Willem Jansen heb ik het heel erg. Ja. Weet je, als je iedereen spreekt, wisselspelers tot de grote jongens. Iedereen, Willem, luistert naar Willem. Ja. Omdat het gewoon iemand is die de cultuur bewaakt. Die zorgt dat met iedereen buiten het veld ook gewoon goed gaat als er dingen zijn. En... ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is. En ik zie net, ik zat net te checken, ik was helemaal vergeten. Gisteren je contract verlengd. Gefeliciteerd. Ja, klopt, dankjewel. Zo, gefeliciteerd. Dankjewel. Lang getwijfeld of dan niet? Oh, nee. Nee? Nee, eigenlijk niet. Hard to get gespeeld?
Nee, helemaal niet zoals ze waren snel uit. Ah, oké. Okay. Ja, heel mooi. Ik moest trouwens nog even denken. Ook zat... fijn om te horen. Ja, nee, zeker. Ja, maar ja, je hebt tegenwoordig van mij... Is dat nou nu ook een onderzoek geweest dat mensen altijd meer willen? Profvoetballers, hè? Dat was een onderzoek in Engeland. En dat je altijd door moet. En maar hebben ze een onderzoek gedaan van de mensen die daadwerkelijk die stap uiteindelijk hebben gemaakt. Een grotere club, meer geld, et cetera. En dan terugkijkend op hun carrière, wie er gelukkiger zijn geweest. Er zijn heel veel jongens die gewoon bij een club zijn gebleven en eigenlijk veel gelukkiger zijn geworden. Omdat ze gewoon de waardering altijd hebben gevoeld. Hè? En uiteindelijk krijg je ook meer waardering hoe langer je blijft, omdat je een soort cultuurbewaker wordt. In plaats van dat je altijd voor meer geld of grotere status gaat. Ja? Ja, het is van twee kanten. Nee, ik zit wel mooi. Ik vind het altijd mooi als je mensen een langere periode ziet. En Adil zit hier nu. Ik weet niet of jij de eerste keer weet dat ik jou nog... Kan je nog herinneren, ja. Waar? In dat keldertje waar we naar beneden moesten. Nee, nog veel verder terug. Is dat zo? Ja, ik denk dat jij het dus niet meer weet. Ik zal hem ook niet onthouden. Nee, maar dit zegt heel veel over... Wat zei je? Ik zit nou even nadenken, maar... Nee, ik kreeg een mailtje van een jongen uit Amsterdam. En die wilde een keer een dag... Moest voor, hè? Was de 2 MAVO of 3 MAVO, moest een dag meelopen bij een voetbalclub. En ik was heel goed met Guido Vader, of ben heel goed met Guido Vader, oud persverlicht van Feyenoord. Zei, anders neem je een keer mee naar Feyenoord, laten we hem de hele dag zien. En jongen uit Amsterdam-West, Marokkaanse jongen, en we gaan daarheen, laat zien, de kleedkamer, Guido deed dat fantastisch. En we komen daar, en er zijn 2 jongens. Adil Oussar, Jonathan Thomasson. Hij zal zijn dag misschien niet hebben gehad, Jonathan Thomasson. Adil kwam naar hem toe. Praten. Je hebt een shirtje aan hem gegeven. Tekst opgeschreven. Hè? Blijf altijd in jezelf geloven. Droom groot en werk hard voor en dan komt alles goed. Kan ik me niet meer herinneren. En het mooie is, hij heeft dus een... Ik weet niet hoe lang hij dat shirtje heeft kunnen dragen. Dus ik denk 3-4 jaar, een jongen in Amsterdam-West... met een Feyenoord-shirt van Adil Oussar gelopen. En toen dacht ik, ja. Dat zijn altijd mooie dingen. En dan zie je, nou, jij speelde toen bij Feyenoord... en dan eigenlijk ben je geen spat veranderd. Eigenlijk, dat is denk ik 10 jaar geleden... Ja, langer zelfs denk ik. Ja, zoiets langer misschien. Ja. Zelfs 34. Ja, maar dat, weet je, dat maakt dan indruk over hoe een persoon is op dat moment. Dan waarschijnlijk het leven gemaakt van zo'n jongen. Want die heeft dan opeens een shirt, een Feyenoord shirt in Amsterdam-West... met Oussar achterop en een hele tekst en handtekeningen. Denk, ja, dat vind ik altijd wel mooi. Goeie jongens. We zijn er stil van. Ja, ik vind het een leuk val. En wel mooi dat je het ook totaal niet meer weet. Ja, ik geloof het ook direct. Dat hij zo is die. Ja? Ja. Ja, maar dat is altijd ook gewoon bij Sparta. Staat, weet je, ik moet als teammanager moet ik altijd spelen starten. En de een heeft er iets meer zin in dan de ander. Soms hebben we er helemaal geen zin in. En hij heeft er eigenlijk nooit zin in, maar hij doet het wel altijd. Ja. En altijd met een lach. En dat is wel prettig. Ja, en hoe ouder, je bent van de oude stempel. En hoe ouder je wordt, ook hoe meer uitgesproken je wordt. Heb ik voor het gevoel. Maar ik denk hoe ouder je wordt, hoe minder je met jezelf alleen bezig bent. Ja, ja. Dat meer is. En ik heb je in de core podcast had je dat ook. Ja, had ik ook. Nee, ik had het in een kort podcast. Maar ook bijvoorbeeld laatst met Gert-Jan Verbeek. Dat, ik denk dat je nu anders op zo'n situatie... Hè, voor de mensen die het vergeten. Er werd jullie verweten dat jullie niet aantrekkelijk voetbal hadden gespeeld voor het publiek. Ik stond zo... Ik moet even wat zeggen. Want dat was een van mijn highlights van dit seizoen. Ik ken Adil. Ja. En ik heb hem nu meerdere malen mogen meemaken als hij naar de camera komt. Vaak moet ik ook zeggen, ik wil natuurlijk als analist heel graag iets zeggen. Maar als een speler het gewoon goed neerlegt... moet je gewoon je kop houden. Nou, dat deed ik bij Adil eigenlijk iedere keer. Volgens mij heb ik nog geen 1 keer een vraag gesteld. Maar het mooie was dus, Adil komt voor de camera. En ik moet daarbij zeggen, Adil komt naar de camera toe. En dat had ik ook niet. Hij komt meteen ook, hij is erbij en hij weet wat hij moet zeggen. Mm. En hij is ook nog intelligent, dat komt ook nog bij. Het is ook niet iedere voetballer. Dus hij komt daar staan en Gert-Jan staat daar. En je weet, iedereen weet hoe Gert-Jan Verbeek is. En ik wist, als Gert-Jan iets zegt... dan heeft Adil de goede antwoord. En ik heb tegen mijn vrouw zat naast me... en ik zeg, oh, dit wordt leuk, let op. Dus Gert-Jan komt dus inderdaad en stelt de vraag van... ja, maar je vermaakt het publiek niet. En dacht, dit is de domste vraag die je aan Adil kan stellen op dit moment. Ja. Want ook als trainer zijn, hij is zelf trainer geweest... weet, het gaat niet om het publiek vermaken. Hij is zelf trainer, hij staat zelf in... Hij is ook nooit een trainer geweest die aangesteld is... om aantrekkelijk voetbal te spelen. Nee. Ook nog nooit geweest. Dus dan stel je op dit moment dus de vraag aan een aanvoerder van een team... die de punten binnen moet halen. Ja. En dan ben ik blij dat Adil een speler is die daarvan niet onder de indruk gaat. Zag je hem aankomen dat hij daarover ging beginnen? Nee, totaal niet. Nee. Maar het maakt niet uit. Ik heb ook niks tegen hem of wat dan ook. Nee. Ik heb ook nooit, ken hem persoonlijk ook niet. Maar ik was in eerste instantie heel chagrijnig... om dat penalty wat net 2 minuten geleden gebeurd was... Ja. Volgens mij had ik mezelf prima onder controle. Volgens mij, maar ik zag Emma uit, toch? 92e minuut. Emma uit, 94e minuut. Die handsbal, toch? Ja, maar ik zag hem ook niet aankomen. En,
ik moet zeggen, ik was ook niet boos of zo. Ik ben ook niet boos op hem of wat dan ook. Alleen, ja. Nee, maar je reageerde fantastisch. Maar dat is ook echt hoe ik erover denk. Ja, nee, maar dat ben ik. Kijk, dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het heel, heel. Ik zit niet te wachten tot een analist, spelers of trainers de maat gaat nemen direct na een wedstrijd. Want ja, weet je, natuurlijk. Als je alles goed doet, speel je niet op dat niveau. Dan speel je Champions League en dan speel je... Weet je? Ik ben meer... Je kan natuurlijk met jou in discussie gaan over hoe je hebt gespeeld. Maar zeggen, weet je, gewoon echt de maat nemen van... je hebt een publiek... Ja, maar het is... Je voetbalt voor je werk. Je moet resultaat behalen. Jullie hebben een hele slechte periode achter de rug met Sparta. Nou, weet je wat het is? Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Met mensen die ook eerlijk met mij zijn. Ja. En zodra ik merk dat je loopt te acteren... Ja. Of dat je dus... Dat merkte hij toen. Snap je wat ik bedoel? Nou, ik wist bij hem dat hij donders goed weet waar wij mee bezig zijn. Ja, hij weet dat wij gewoon voor de punten spelen. Dus ja. Dan moet je niet je anders gaan voordoen van... Hey, het voetbal, bla, bla, bla. Jij weet hoe het werkt. Ja. Nou, dat had ik bij hem. Ja, en dat... Ja, maar goed. Als iemand anders tegenover me zou staan die weinig voetbalervaring heeft... of geen trainer is geweest... Of, dan zou ik nog wel kunnen begrijpen dat hij dat tegen mij zegt van... Hey, weet je, het was niet om aan te zien. Maar jij als oude trainer of ex-trainer... Die weet hoe het werkt. Ja, ja. Maar dat het niet om aan te zien is, dat kan je ook tegen jou zeggen. Want dat was het ook. Het was niet om aan te zien. Maar daar ging het voor mij om dat moment niet om. Toch? Nee. Nou, hij is niet de enige die dat tegen mij heeft gezegd. De laatste tijd krijg ik vaak te horen van het voetbal is niet om aan te zien. En, Nee, maar ik zit thuis. Ik vraag me wel eens af, wat wil je dan? Wil je dat we net als Emma gaan... Nee, maar het zijn twee losse dingen, denk ik. Ik zat te kijken. Ik dacht, nee, ik heb me niet echt vermaakt. Nee, maar ik ben geen supporter van Sparta, ik ben geen supporter van hem. Dus ik zat te kijken, vermaakt hem niet. Ik wist wel, beide ploegen, nou eigenlijk voor jullie moesten hem niet verliezen. Nee. Hè? Dat was het allerbelangrijkste, om dat gat te houden. En dan verlies je uiteindelijk een punt op zo'n moment. Nou, vind ik het altijd knap als mensen, hè, na zo'n moment dan voor een camera komen staan. Nou, je hebt inmiddels ervaren, je bent een ervaren jongen, je gaat daar staan. En dan, op dat moment, gaat iemand tegen je zeggen, ja, het was niet vermakelijk. Terwijl, je weet... Als je in ieder geval, ik weet niet of Gert-Jan Verbeek zich goed heeft ingelezen... of hoe die weet hoe het met Sparta de afgelopen weken is gegaan... dan weet je één ding is zeker, je mag hier niet verliezen ten koste van alles. Al eindig je de wedstrijd met 8 man, ja, maar als je maar niet verliest. Precies, maar ik denk ook dat de meeste mensen die naar ons kijken op zaterdagavond om 7 of 8 uur... dat of de supporters van Sparta zullen zijn of die van Emmen. Ja. Ja, en dan vind ik het wel mooi. Kijk, ik zag, en daarom vond ik het mooi dat jij het op een gegeven moment deed. Want ik zag de week ervoor dat ze vaker godverdomme moesten zeggen bij Willem II. Zei hij tegen Jordis Peters. Ja, tegen Jordis Peters. Jordis Peters is misschien wel de netste voetballer die ik ken. Die zat hem ook echt zo aan te kijken van... Ja, en ja, dan vind ik het wel mooi dat op een gegeven moment... Ja, Jordis zegt dan niks terug. Terwijl ik denk, ja, je mag best wel voor jezelf opkomen. Maar Jordis is dan zo netjes, die zegt dat dan... Nee, ik denk niet dat we netjes te maken hebben. Nee, ik ook niet. Hoezo? Nee, dat heeft niet meer net. Kijk, Jordis is heel netjes. Maar het heeft vooral ermee te maken ook hoe gevat je op dat moment bent... en hoe jij de juiste antwoord kan geven op dat moment. Hoe jij zelf in de schoen staat. Ja. Ja, en misschien niet... Omdat je ook gewoon eerlijk bent. Want Jordan zou ook wel gedacht hebben van... hé, waar ben je mee bezig? Tuurlijk. Ja. Dan spreek het uit. Oh. Ja, weet je wat ik heb? Als ik bijvoorbeeld... Ik was bij de wedstrijd van Sparta tegen Utrecht. En jullie hebben 90 minuten fantastisch gespeeld, defensief. Fantastisch. Geen kans weggeven. Ja. En dan komt één uithaal van 20 meter. Ja. En het enige wat ik dan als ik... En dat vind ik ook niet terecht aan een speler te vragen. Behalve dan als je echt, zeg maar, als 0-0 is... of je hebt net gewonnen, dan kan je ook nog discussiëren over tactiek. Ja, ja, ja. Als je net vraagt, kan het gewoon niet. Maar ik zou altijd de vraag stellen, ik heb let op, defensief stond het goed. Maar oké, wat ga je dan in omschakeling? Moet je dan niet nauwkeuriger? Moet je niet automatisch meer waar je je spelers kan bereiken... waar je vastigheid kan creëren om ook de verdediging te ontlasten? Ja. En dan kan ik voetbal ook aantrekkelijk vinden. Voor mij hoeft voetbal niet alleen maar aanvallend te zijn. Dat is voor mij ook niet aantrekkelijk. Zeker. En ik denk dat dat dan ook de juiste weg is om verder te communiceren... of het gewoon te laten. Want na een wedstrijd direct van het veld een vraag te stellen... dat je verloren hebt om bepaalde tactische analyses aan een speler te vragen... vind ik altijd veel te ver gaan. Iemand woensdagavond laat Suriname tegen de Cayman-eilanden gekeken? Gewonnen, hè? 3-0. Ik zat een stukje te kijken via Facebook. Werd live uitzonden. Ramon, goeiemorgen is het denk ik voor jou, toch? Het is bijna, hoe laat is het eigenlijk? 6 uur eerder. Volgens mij is het 12:30 hier. Nee, 12:30. Dus het is middag inderdaad voor ons. Ja. Hoe is het? Goedemorgen dus. Ja, goed. Goed. Ja? Ja, jullie zijn voor mij gisteren afgereisd, toch? Jullie gaan nu in Amerika tegen Aruba spelen, toch? Dit weekend. Ja, dat klopt. We zijn vannacht aangekomen. Dus we hebben nacht gehad ontbeten vanochtend.
En dan gaan we morgen inderdaad tegen Aruba spelen, ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil het eerst hebben over Suriname en het voetbal daar. We hadden eerder in de show hebben het lang over... Oh, daar ben je weer. Over Marokko gehad, dat het allemaal wat beter georganiseerd is als land. Wacht even. Hij moet de telefoon oppakken, trainerbel. Ja, ik ben er weer. Ze moeten ontbijten nu. Ramon is er niet. Nee, het voetbal in Suriname of de nationale ploeg zit in een enorme... heeft een enorme boost gekregen. Er zijn allemaal jongens bijgekomen. Hoe mooi is het daar om daar onderdeel van te zijn? Ja, dat is geweldig, weet je. Ik bedoel, dat het eindelijk mogelijk is, hè, met de FIFA en de bond, dat alles geregeld is. Dat wij nu een dubbel paspoort hebben gekregen. Dus het Surinaamse bloed hebben we in ons lichaam, maar nooit het paspoort en nooit de mogelijkheid. Het is nu al geregeld. Ja. Je ziet wat er in Suriname is en ook hoeveel Surinamers er zijn over de grenzen, zeg maar. En dat we nu mogen samenkomen, is gewoon een nieuw traject. Ja, het is vanuit te maken. Ja, en hoe leeft dat in die groep? Ja, je wifi is, ik weet niet, het hotel waar je in zit, de wifi is niet fantastisch? Nee, die is niet top, denk ik. Ik ben ver weg. Nee, maar er is nu een nieuwe regel binnen de FIFA, waardoor mensen met een dubbele paspoort nu ook dan uit mogen komen zonder een Nederlands paspoort kwijt te raken. Maar als je ziet naar de namen die je hebt, heb je het een beetje gevolgd, Simon? Wie ze nu allemaal hebben opgesteld? Of nee, kunnen opstellen? Ik zal even de opstelling van afgelopen weekend, of afgelopen woensdag. Ik heb genoeg Surinaamse spelers die fantastische kwaliteit hebben, dus als die ook nog allemaal erbij zijn. Ja, nee, je hebt Warner Haan nu dus als keeper, maar je hebt gewoon ook jongens als bijvoorbeeld Donk van Galatasaray. Nigel natuurlijk, Hasselbank speelt voorin. Ramon heb je. Kelvin Leerdam uit de MLS. Het begint wel. Hij heeft een fantastische transfer gemaakt als Kelvin. Want? Hij is naar Miami. Van David Beckham. Ja, okay. Hij is kampioen geworden met Seattle. En hij was aan het denken of hij toch terug moest komen. Maar dan toch in Amerika gebleven. Miami, fantastisch. Ja. Ik denk dat er nog wel één of twee sters bij komen. Ja. Wat is jouw... sterren. Ramon, wat is jouw rol binnen deze ploeg met al deze jongens? Nou, ik moet gewoon lekker voetballen en mijn best doen. En niet speciaal een andere rol of zo. We hebben nu weer een paar jongens erbij. Charles Sherry is net gearriveerd. En Josefzoon is gearriveerd. Diego Bies is gearriveerd. Dat zijn niet de minste jongens natuurlijk. Nee. Die spelen gewoon, of hebben in de Nederlandse top gespeeld. En ook nu nog gewoon Europees voetbal. Dus ik ga mezelf ook niet groter voordoen dan dat ik ben. Ik doe gewoon mijn best. En ik ben een van de 11 of een van de selectie. Ja. En we hebben gewoon aardige spelers. En als je ziet welke jongens er dan nog eventueel in de toekomst ook in aanmerking komen. Dan heb ik het over een Kerk of een Riedewald of een Sean Kleber. Ja. Jongens die eventueel, of Habs bijvoorbeeld, die stap zouden kunnen maken. Nee, we hebben gewoon aardig wat kwaliteit, zeg maar. Ja, hoe ziet het programma voor jullie uit op weg? Want ik zag net een artikel online komen. Het WK leeft in Suriname. Er moet een hele lange weg afgelegd worden. Eerst Aruba. En dan... je zit voor mij ook bij Canada in de pool. Hoe ziet het eruit? Canada. Ja. Hoe ziet het... En we moeten eerst die hordes overwinnen. Ja. En als wij dan die pool mochten winnen, dan kom je in een soort van play-offs. Als je die wint, dan kom je in de finale pool. Oké, is wel een lange weg. Ja, is lang. Maar ik denk dat we ook niet te ver moeten vooruitkijken en te hoog van de toren blazen. Want iedereen is heel erg enthousiast, terecht enthousiast. Maar we moeten het gewoon wedstrijd voor wedstrijd doen, weet je. En als je dan, het is nog een lange weg, wat je zelf zegt. Ja. En we moeten bijvoorbeeld afrekenen met Canada. Nou, dat is niet het minste land natuurlijk. Ja, ben je een slechte linksback. Als je dat gaat doen straks. Wat? Sorry, wat zei Simon? Davies. Nee. Oh ja. Alfonso Davies. Hele slechte linksback. Oh ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Maar voorlopig geen Canada. Eerst Aruba. Wat weet je van Aruba, Ramon? Niks. Dat het lekker warm is daar altijd. Heel goed. Ja, ik vind het wel mooi. Dean Goree is natuurlijk de bondscoach. En hij voelde, voor mij, als buitenstaander, hij voelde ook een beetje degene die echt leven in het Surinaamse elftal heeft gebracht, hè? Zeker weten. Ik bedoel, hij doet het hartstikke goed. Hij is er jarenlang mee bezig. Ja. En
Hij is natuurlijk niet als enige, maar hij is eindverantwoordelijke. Maar als jij nu in Suriname was, dan de afgelopen keer, als je zag hoe in het stadion of buiten het stadion de mensen met ons meeleven, dan was daar ook een avondklok. Maar nou ja, na afloop van de wedstrijd was er gewoon een feest bij de bus met vuurwerk en alles en nog wat. Ik bedoel, de mensen die geven wij alleen al hoop. En ja. Nou, dat is gewoon geweldig dat het eindelijk zover is om, zeg maar, de mogelijkheid er is om zo ver te komen. Dat is alleen al mooi voor zo'n land. Je hebt natuurlijk veel bereikt tijdens je carrière. Ik wil nou ook niet zeggen dat je nu klaar bent. Maar dit, ik kan me voorstellen dat dit wel een van je hoogtepunten is, toch? Nee, zeker. Dit is hartstikke mooi. Ik heb aardig wat clubs mogen spelen, nog steeds gelukkig. En mooie dingen meegemaakt, hoor, absoluut. Maar dit is wel nog eventjes een extraatje. En je mag jezelf gewoon opeens op 33 jaar geleden het international noemen. En wat ik zeg, Suriname is natuurlijk wel een land met goede voetballers altijd geweest. En nu ook nog steeds. Dus ja, het is gewoon een hele eer dat voor mij dat ik hiervan deel mag uitmaken, zeg maar. Dus ja, het is geweldig. Nou, het is je enorm gegund, Ramon. Veel succes komend weekend tegen Aruba. Hopelijk weer een stapje dichter bij het WK. En geniet er vooral ook van daar, hè? Gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt. Yo, rustig aan. Later. Doei, doei, doei. Maar hoe leuk eigenlijk, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Voor dat Marokko het goed doet. Suriname doet het goed. Curaçao gaat het toch vet. En Nederland zelf doet het hopelijk ook nog goed. Ja, ja. Maar het wordt toch wel mooi. Want Turkije doet het nog goed. Ja, maar wie hebben we dan een Nederlands speler nog van Turkije? Niemand toch? Kutsu, toch? Kutsu speelt hier. Kutsu. Hij speelt niet, maar volgens mij is hij bij de A-selectie, toch? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, maar ik vind het wel mooi. En ja, maar ik bedoel, in Suriname en Marokko zijn natuurlijk heel veel jongens die Bende. Echt heel close en allemaal met elkaar. Ja, dat is echt tof. En dan samen op een WK. Ja. Gezellig. Ja, dit is wel mooi. Ze kennen allemaal. Heerlijk. Hij riep Kerk, riep hij. Hapsi. Riedewald. Als al die jongens zo. Ja, maar veel talent, maar hij is een team. Ja. Goeie spelers. Ja. Ik bedoel, Ryan doet het ook fantastisch in Turkije. Hij is niet normaal, hè? Ja. Nee, Jordi heeft natuurlijk altijd gezegd, hè? Jordi Jamali, onze vriend, die zei, hij moet een kans krijgen in Oranje. Toen zei ik, Ryan... Ik dacht altijd dat hij een Turks paspoort had aangevraagd. Ja? Hoe komt hij nu zo lang daar speelt? Ik weet niet waarom ik erop kom. Ja, hij doet heel goed. Als je al zo lang bij Gala speelt, hij speelt er echt al lang, hè? Ja, maar hij speelt niet meer centraal achterin. Nee, op een puntje, zeker. Even kijken. Je moet het nog even over Jong Oranje hebben. Dat is wel mooi. Broes had hoe het nu gaat. We zijn dus niet naar Hongarije mee afgereisd. Maar we hebben dus na elke wedstrijd en voorwedstrijden een persconferentie. Ik hoop dat ik nu niet de jongens overval. Maar Erwin van der Looij zat in de persconferentie. En aan hem werd gevraagd wat het gevoel was na de wedstrijd tegen Roemenië. Avond zelf was teleurstelling. En de dag daarna was eigenlijk wel heel kritisch naar onszelf. Dat we vooral aan de bal onder ons niveau waren. Dus we weten dat we dat gewoon beter moeten doen. Dus ja, we weten ook precies hoe de stand is. En wat het belang van de wedstrijd is. Dus dat gevoel heerst zeker. De Duitsers, tenminste normaal gesproken, zetten die hoogdruk. Proberen echt wel ons weinig te laten voetballen. De Roemenië trouwens ook bij vlagen. Zet ook wel bij vlagen wat hoger, maar ook bij vlagen echt ver terug. Dat verwacht ik van de Duitsers niet. De Duitsers hebben ook gewoon veel kwaliteit. Wat dat betreft lijkt hun speelstijl wel op die van ons, vind ik. Ze willen graag door de as spelen, kijken of ze daar een overtal kunnen krijgen. En dan lukt dat niet. Gaat het vaak naar de zijkanten met opkomende backs. Veel voorzetten, veel vroege voorzetten. Dus veel dynamiek in het team. Veel dynamiek in Duitsland en jij frons je wenkbrauwen? Nee, helemaal niet. Oh. Ik denk dat hij alleen. Je frons wel je wenkbrauwen? Ja, omdat hij dus twee spelstijlen met elkaar vergelijkt. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik vind Duitsland veel meer uit een loopkracht ook spelen dan op het kleine positiespel. Ja. En als ik dan ook. Ik moet de hele tijd, als ik aan Duitsland denk, moet ik aan die jonge spits denken van Dortmund Mukoko. Ik ben zo benieuwd hoe die zich nog. Ik was altijd een van de hardste die groep bij. Ja, joh, die redt het nooit. Want? Nou ja, hij was 12 jaar, heeft volgens mij bij de onder 18 naar 24 goals gemaakt. Ja, dat kan niet. Die redt het nooit. Heb je dat meegekregen de afgelopen jaren? Nee. Ja, het was echt bizar. Precies. Misschien was het al, 12, 13, maar die zat hij al onder 19. En nu op schot er allemaal binnen. Op de dag dat hij 16 werd, gewoon gedebuteerd bij Dortmund. Hij gold altijd al vanaf 12 jaar als wereldtalent. 100 talent van Dortmund. En je weet hoe dat gaat met veel talent. Dan denk ik, dat is niet.
komt het toch niet, let maar op. En ik heb hem nooit zien spelen. Maar hij zegt, jawel. Ik zeg, nee, dat komt niet. En op een gegeven moment... Boef, ja, hij schijnt fit te zijn nu voor tegen Jong Oranje. Eerste wedstrijd niet gespeeld tegen Jong Oranje. Hongarije 3-0 geworden. Maar voor mij zei Jordan Thesen dat bij ons in de podcast. Die had Adriaan Fijn gevraagd over de lichting. En die zei, ja, het is wel een mindere lichting nu van Jong Duitsland op dit EK. Vergeleken met de vorige lichting. Ja, ja, die zijn allemaal doorgestopt meteen naar de A-selectie. Ja. Maar goed, je ziet al dat dat bedoel ik daarmee te zeggen. Komt een 16-jarige bij Jong te spelen. Ja. Zie je ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren bij Nederland, toch? Zie je een 16-jarige meespelen bij Jong Nederland? Nee. Ik vind dat wel opvallend. Dus dat betekent ook dat er geen speler is die 23 of 22 is die beter is dan hij in Duitsland. Ja, nee, zeker. Ja, je had nu nog, als je kijkt... Stel, Jong Oranje heeft best wel een sterk licht, maar je had bijvoorbeeld Mo. Nou, die is dan niet meegegaan vanwege tactische redenen of dat hij niet had. Maar de licht had ook nog in Jong Oranje. Gravenberg had er nog bij gekund. Wie mis ik nog? Kelvin Stenks. Dat we eigenlijk... Ja, we hebben topspelers daar op die leeftijd ook in het eerste. Kijk, Havertz is ook nog niet al te oud. Nee, en speelt in het eerste van Duitsland. Maar ik vind dit wel een heel interessant. Maar ik moet wel terugkomen op die wedstrijd ook tegen Roemenië. Mm. Ja, dat wil je nog over hebben. Ja, ik denk dat de tempo te laag was waarin Nederland fungeerde. Dat is nummer 1. Maar ik denk dat we verrast waren hoe brutaal de Roemenen het 1-1 speelden. Ja. Ik vond het echt toevallig. Ik vond het ook leuk om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Ik was positief verrast. Ze kregen best wel veel shit over zich heen, Jong Oranje. Ik vond het niet zo slecht, zeg maar. Ik denk dat het ook wel een beetje met onderschatting te maken heeft met jonge Roemenië. En dan is het tempo... Vraag maar Adil, die zit nog op het veld. Als je een wedstrijd ingaat, denk oké, je kan op je kwaliteit spelen. Dan is het tempo van natuur uit al een stapje lager. Omdat die bal, die 1 seconde aanname, is iets langer. Ja. En dat gevoel had je gewoon in die wedstrijd ook. Dacht, ja, Roemenië. Als het tegen Duitsland gebeurt het niet, want dan weet je moet 100% scherp zijn. Ja. En op hoogste snelheid spelen. En dat had tegen Roemenië ook gemoeten, denk ik. Hoe, zie jij dat als coach ook zo? Ja, dat wil ik net zeggen. Want weet je, hoe zorg je voor... Ja, onderschatting is natuurlijk... Ja, dat mag niet, maar dat weet iedereen. Maar... Dat is niet aan te coachen. Nee, ik weet nog, dat was niet vorig seizoen, maar het seizoen ervoor. Moest ik tegen Achilles 29 met de Jodenboys. En ze waren al 3 keer op rij gedegradeerd. Geldproblemen, toch? Ja, ze hadden de eerste wedstrijd met 5-0 verloren in de competitie. En wij hadden het met 2-0 gewonnen. De hele week ben ik bezig geweest. Jongens, we gaan niet onderschatten. We gaan scherp beginnen. Zus, zo, dit, dat. Alles, ook op de wedstrijddag, nog aandacht aan besteed. Binnen 30 seconden, 1-8. Zat Broes toen in de keek aan? Hey. Wat zei je? Broes is Floriant. Dit is Jodan Boys, hoofdklasse. Oh, sorry. Dat is hoofdklasse. Excuus. Dus weet je, dat is iets ongrijpbaars. Het is ook, je kan er niks mee als trainer. En als speler, kan je er niks aan doen? Vond jij het? Ik weet precies wat je bedoelt. Ik was altijd de eerste. Ja, kom wel. Tegen zwakke tegenstander. Ja, ik denk dat trainer er vrij weinig aan kan doen. Ik denk dat het echt aan de spelers ligt. Ja. En spelers kunnen er ook niks aan doen. Het is gewoon onbewust. Ja, toch zijn er echte toppers die het wel kunnen. Is dat zo? Ja, 100%. Ook de toppers, die spelen net even 10% minder. Ja. Omdat het toppers zijn. Ja. Ja, die gaan het wel even in het begin laten zien. Die gaan even de ik denk dat de Ronaldo's, de Michael Jordans van deze. Ja, de Ronaldo's ook. In plaats van 8 scoort hij er 6. Ja, het is onbewust. Ben je altijd net even wat minder. Ik weet niet, Len. Ik denk dat er nog wel een verschil zit. Ik denk dat de echt grote jongens zich altijd... Een bepaald niveau halen. Nee, maar gewoon... Je moet het meezitten en dan merk je er niks van. Maar gewoon, iedereen, ik bedoel, want nu hebben we het heel erg over de tegenstander, zeg maar. Maar dat je heel erg bezig bent met wat je zelf brengt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat je in plaats van dat je kijkt tegen wie je staat... of dat nou Achilles 29 is of Ajax... dat je eerst naar je... of jij gewoon... Ja, je zit in je hoofd, je moet nu alles geven... want je kan niet laten merken dat het een zwakke tegen... Ja, dan ben je er al onbewust mee bezig. Ja, maar is het niet de vraag van... je eigen niveau halen? Ja. Is dat ook niet belangrijk dat je een tegenstander van formaat hebt... om je eigen niveau te halen? Nee, daar ben ik het wel met je eens. Snap je wat ik bedoel? Nee, daar ben ik het wel met je eens. Toch heb ik het gevoel bij sommige spelers... Nou, omdat je daar aan optilt. Je moet... Echt weerstand hebben om je max te kunnen halen. Je moet net je actievermogen... Je moet net de concentratie, of beter gezegd... het duelkracht beter hebben. Want als je tegen een zwakker is... die doet ook dingen die je niet verwacht. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld... Als ik met jou op het veld sta op woensdagavond... je doet dingen die geen normale voetballer zou doen. Geniaal, hè? Hoor je mij nou onder de bus? Je krijgt hem ook altijd in de bus. Jij krijgt geen bal meer, hoor. Ik zie het... Nee, heb ik tot nu toe wel gehad. Nee, maar. Nee, maar Adil heeft gelijk. En toch heb ik één gevoel, en daarom... Ik ben ook, echt ben ik het ook met jou eens. Toch heb ik het gevoel dat er spelers zijn...
Je noemt de absolute top met Michael Jordan en zo. Dat er spelers zijn die zelfs in die wedstrijden zichzelf... Ja. Want dat is namelijk het essentiële bij een absolute topspeler. Niet kijken wat je medespeler doet, niet kijken wat het is. Jezelf, alleen maar met jezelf bezig kunnen zijn. Onafhankelijk opstellen en voor jezelf weten, ik doe vandaag dit. En ik denk dat die spelers op het veld... Of Ronaldo zo is, weet ik niet. In een teamsport heb je je medespelers nodig. Nee, maar dan kun je wel zelf je absolute niveau aan halen. En daar ben ik het wel met je eens, dat je als team het niet haalt. Nee, maar de tuurlijk. Spelers heb je wel. Ja, er zijn altijd 3 of 4 die dan misschien niet thuisgeven of er te makkelijk over nadenken. Blijft moeilijk. Ja, zeker. Maar het is wel een gelijke finale, hè, voor Jong Oranje. Ja. Als je hem verliest, dan ben je er eigenlijk al uit. Ja, correct. En ik had er best wel veel goede verwachtingen over. Voor het toernooi. Ja, maar verwachtingen hebben in Nederland heel snel, heel veel. Nee, maar gewoon meer... Daar zijn we wel heel bekend voor. Nee, maar ik bedoel meer, als je kijkt die kwalificatiereeks... Hoe degelijk ze waren, bijvoorbeeld tegen Jong Portugal. Nou, het ging tussen Jong Portugal en Jong Oranje. Als je dan Jong Portugal onder je weet te houden in die pool... dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, ik vind ook wel, moet ik eerlijk zeggen... en ik wil niemand ook een excuus bieden... maar de wisselvalligheid van de selectiebeleid in het team... ja, is ook verschrikkelijk, toch? Ja, en nu opeens dan, zijn er weer heel andere spelers bij elkaar... Die normaal niet met elkaar op het veld staan. Nee... Zo niet. Nee, wie dan? Noah is toch nu volledig bijgekomen dan met een half jaar terug? Nee, want Noah is er 2 keer niet bij geweest in de hele kwalificatiereeks. En ook in de basis? Ja. Echt waar? Nou, niet altijd in de basis, maar... Nee, maar dat kwam. Nee, maar dat is logisch. Noah's positie... Noah is nu de grote man in België. Toen Noah vorig jaar erbij zat, Noah speelde amper. Speelde jong Ajax. Nee, maar dat zeg dus ik. Nee, maar ik bedoel, hij heeft er wel bij gezeten. Hij heeft, dat is het grappige. En dat was wat je... Mo Iataren heeft dus daarbij niet bij gezeten. Dus hebben ze er nu voor gekozen. Voor jongens die er de hele tijd bij hebben gezeten. En kijk, ik denk persoonlijk wel dat je nu... Kijk, wel gaat kijken naar jongens die wel spelen. Hè? Want je zag het in die wedstrijd. Ik weet niet... Jullie hebben het niet live gezien, hè? Ja, ik wel. Ik niet. De laatste 10 minuten. Mij viel het echt... Die jongens zaten er helemaal doorheen. Ik had verwacht dat Roemenië 1-2 zou maken. Die een, wacht even, is dat dan een mega kans ook? Dat die schoot. Ja, die eerste... Die redding, maar ook... Raas schoot. Of de invallen, de Itus, ja. Maar goed, uiteindelijk, weet je... Ik denk dat er nu wel, hè, bijvoorbeeld een Malatia... die bij Feyenoord nu gewoon een week in... Mitchell Bakker speelt al een tijdje niet meer bij. Paris Saint-Germain heeft wel alles gespeeld tijdens... de kwalificatie. Ik denk dat dat soort wisselingen nu wel gaan plaatsvinden. Botman was er bijvoorbeeld niet bij. Hè. Die wilde ze geen risico nemen. Die zal terug. Jon vind ik ook heel slecht. Hè? Wie? Sven Botman. Nee. Ja, maar Sven Botman is wel voor mij. Maar volgens mij doet hij hartstikke goed. Nee, maar Botman en Schuurs is het duo al geweest tijdens de kwalificatie. Je hebt natuurlijk een beetje gedoe nu met de keeper, wat ik heel raar vind. Dat wil ik nog wel even met jullie over hebben. Het is toch heel raar dat er. Jij hebt het bijvoorbeeld, jij zei het over, weet je, dat er verschillende verhalen in de media komen. Daar hadden we het begin over. Mag ik een tussenvraag stellen? Omdat jij over keepers begint. Ja? Hoe is jullie keeper? Die is heel goed. Welke van de 3? Nee. Hij keept gewoon, maar doet het top. Ja, hè? Top. In mijn ogen heeft hij heel veel om de top te halen, laat ik het zo maar stellen. Ja. Okay, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Je weet hoe zijn we wel ontwikkelen, hoor, daar niet van. Maar hij heeft wel die potentie. Je weet, heel gek, hè? Want dat is niet zo netjes misschien naar Benjamin van Leer. Maar Lars Veldwijk, die zei aan het begin van het seizoen... die heeft nog veel contact met jongens bij jullie... die zei, die gaat gewoon binnen nu en een paar maanden spelen. Die is zo goed. En die zei dat vanuit Zuid-Korea. Over jullie keeper. Madu. Ja. Heeft hij hem nog meegemaakt dan? Nee. Dus die had contact met jullie. Zeg maar, met jongens in de groep. Oh, zo. Ja. Over hem spraken van... Maar... Zo'n potentie in deze keeper... Hij moet nog. Toen hij bij ons bij het begin kwam, had ik dat niet meteen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hij moest echt nog wel. Maar zag je toen ook niet de potentie afnemen? Nee. Ja, hij is fysiek, hij is heel atletisch. Ja, hij is groot, maar hij maar moest dat bedoel ik. Ja. Het Nederlands voetbal, dat was toch ook wel weer even weg. Ja, precies. Ik bedoel, dat groot en atletisch, dat zie je wel. Toch als je met hem traint. Ja, weet je, ik probeer gewoon bij de realiteit te blijven. En in de voetballerij slaan we gauw door naar de ene kant of naar de andere kant. Mm. Hij kwam gewoon als reservekeeper. En Benjamin van Leer was de eerste keeper. Ja. Dan heeft hij zijn kans gekregen en heeft hij het uitstekend gedaan. Zeker. Zo simpel is het. In de uitwedstrijd tegen ADO. Ja. In de uitwedstrijd tegen ADO keepte hij een waanzinnige pot. En Benjamin had de pech dat het de eerste paar wedstrijden niet zo lekker liep. Nee.
toen uiteindelijk speelde hij wel een paar goede wedstrijden. Dat die bekerwedstrijd? Die kans bekerwedstrijd kreeg? Tegen ADO. Ja, toen kreeg hij die kans. En ja, daarna is hij erin gekomen. En toen pakte hij ook gelijk wat punten. En dat is, dan groei je er ergens naartoe. En absoluut, hij is ook niet voor niks eerste keeper, hè, van Nigeria. Ja. Dat, op die leeftijd al. Die redding tegen VVV. Ik moest je zeggen, het is wel lekker als je keeper die bijna 2 meter is. Die alle ballen even uit de lucht haalt. Ja, dat neemt niet weg dat het natuurlijk raar is dat Scherp speelt. Want daar waren we over aan het praten. Nee, ja, daar wou je niet naartoe. Dus daar ik heb even die verkeerde afslag. Nee, ja, nee, dat ging het over. Dus dat er wel gecommuniceerd. Kijk, je zal nooit wat nou echt de waard is. Tegen Bijlo is dus gezegd, je moet spelen bij Feyenoord om eerste keeper te worden. En bij Feyenoord is tegen hem gezegd, hè, richt je nou maar, hè, deze wedstrijd speel je niet. Ja, ik neem aan dat Bijlo het van beide kanten heeft gehoord. Ja, ja, wat moet hij ermee? Hij speelt niet. Nee, maar ja, bij Feyenoord hebben ze een soort nog hebben ze hem met rust gelaten, zodat hij naar het jeugd-EK aan, dat zouden ze daarna verder kijken. Maar juist door die behandeling mist hij nu. Ja. Dat is toch raar? Ja, ja, we weten natuurlijk niet wat er allemaal besproken is en of Feyenoord met. Jij wel? Jij was bijna bij Feyenoord. Ja, maar niet met dat. Huh? Ja, weet je, het is. Is dat Simon? Teammanager? Gewoon op gesprek geweest? Ja. Goede aanbieding gehad. Nee, hij heeft het gewoon gebruikt voor meer geld bij Sparta. Kan je nu wel eerlijk zijn, toch? Je hebt nu toch getekend. Jij doet dat wel. Adil, die is ik ben tevreden hier, ik blijf. Nee, Adil, dat weet ik ook precies. Adil, die moest een x-aantal wedstrijden spelen. En die had hij na 5 maanden al, dus. Nee, maar... Ja. Waarom niet voor Feyenoord getekend? Ja, nee, het was een heel mooi traject. Maar ik blijf bij Sparta. Ja, maar, ja. Dat snap ik, dat is het eindrest dan. Maar waarom niet? Nou ja, het was zo. Ik ben vorig jaar ben ik gevraagd of ik interesse zou hebben. Hoe gaan we dat dan? Bas van Noordwijk, staat er iemand met zo'n regenjas? Zo nee, dat gaat. Dat maakt ook niet uit. Dat is niet heel interessant. En, ja, het is wel interessant, maar wel interessant. Ik begrijp dat je niet zegt, maar het is wel interessant. En ja, als een club als Feyenoord komt, dan ben je natuurlijk wel geïnteresseerd. Ja. En, uiteindelijk ben ik in januari gebeld. Afspraak gemaakt met Frank Arnezen, netjes gemeld ook bij Sparta. En leuk gesprek gehad, goed gesprek gehad. En afgesproken dat we het ook een beetje wel stil zouden houden. Is dit een echt verhaal, Adil? Ik zou het niet weten. Ja, zeg jij niet meer alleen? Ja, toen was Robin van Galen, die was er een moment en die heeft het in de pers gebracht. En dat was jammer. En daardoor ging het een beetje spelen. En nou, ik ben een aantal jaar geleden bij Sparta gekomen als Excelsior-man. Ja. En keihard gewerkt om geaccepteerd te worden bij Sparta. En dat gaat hartstikke goed. Ja. En dan word je in verband gebracht met Feyenoord. Ja, dat is de andere zonde bij Sparta. Ja, uiteindelijk heeft Henk van Steen gezegd van... je hebt tot die dag de tijd om onze aanbieding van 2 jaar te accepteren. Zo niet gaan wij ook op zoek. Dus ja, hij zette me met de rug tegen de muur. Oeh. En de ene zegt van, daar moet je blij mee zijn. Want ze willen je heel graag behouden. De andere zegt, ja, ik had het je gegund. Feit is dat ik nu blijf en het is ook niet dat ik het slecht heb. En ik ga zeker meer verdienen het nieuwe seizoen. Maar weet je, het is goed, 2 jaar. Ik kan ook met Joden Boys door. Weet je, dat is maar ook als ik het zo had gehoord, dus als Robin van Galen niet had gelekt, had je voor Feyenoord gewerkt waarschijnlijk. Nee. Want ik was wel een hele goede kandidaat. Ja. Alleen Feyenoord is met een bedrijf bezig. Die de hele structuur... Ja, dat Amerikaanse bedrijf, toch? Ja, en ze hadden gewoon nog even wat langere tijd nodig. En het was een keuze tussen of mij of iemand intern door te schuiven. Want ja, ze zijn gewoon... Maar ze hebben toch extern nog 2 andere mensen benaderd? Ja, maar... Ja. Dat ging dus tussen jou... Dat was BNC. Ja, inderdaad. Jij weet natuurlijk... Dit kan je nu dus ook gewoon zeggen. Ja. Nee, weet je, ik... Dat weet de BNC nu. De kans had aanwezig geweest. Ik weet niet met wat voor aanbod ze hadden gekomen. Maar weet je, je bent altijd gestreeld. En ik denk teammanager zijn is... dat is echt wel een vak. Dat is niet alleen maar... Hè, we doen er wel eens grappig over een vinkje aanzetten. Bij Europees voetbal. In Amsterdam vallen die grapjes niet zo goed. Maar weet je, het is, ik denk ook wel dat je het moet kunnen. Je moet met spelers overweg. Je moet met trainers overweg. En het zijn best wel mannetjes af en toe. En heb je ook nog eens te maken met kantoor. Met de commissie, weet ik allemaal. En ik denk wel dat het mij goed ligt. En ik vind het ook hartstikke leuk. Zeker ook met de combinatie die ik heb met Joden Boys. Dus ik kan me op allerlei vlakken ontwikkelen. Of ik over 20 jaar nog teammanager wil zijn, dat weet ik niet. Dat zien we dan alweer. Oké. Okay. Nou, je ziet het niet vaak, toch? Dat als je naar Feyenoord kan, dat je dan zegt... nee, ik blijf liever bij Sparta. Nee, ook bij spelers niet. Nee, maar wel maar ik vind wel heel leuk hoeveel bochten we maken. Hè? We begonnen met de keepers Ik zat gewoon met een verhaal en jij ging gewoon dwars doorheen. Ja.
Over Madouka. Ja. Ja, nee. Gewoon bij Kjell Scherpen volgens mij, toch? Ja, daar begon jij mee. Ja. Zo, ga dan maar verder. Nou ja, nee, Kjell heeft het heel goed gedaan. Kjell tegen Roemenië. Alleen, ik snap het gewoon niet heel erg. Want op een gegeven moment gaat op een EK, als iedereen fit is, dan ga je toch gewoon met de beste speler spelen. Ja. En ja, voor mij weet ik... Trainers stellen altijd de beste speler op. Altijd. Ja. Dus dan in zijn ogen of in hun ogen... Nee, hij is Scherpen de beste keeper. Nou, ja, in Kjell... Ik weet dus niet of Kjell de laatste weken gespeeld heeft, maar... Dat was dus... Ze wilden gewoon Justin zien dat hij weer een wedstrijd had gespeeld. Dat snap ik wel, want Justin is natuurlijk... Kjell heeft alles gespeeld bij Jong. Ontkende hij dat, hè? Dat hij blessuregevoelig is. Maar dat is natuurlijk wel wat over Bijlo hangt. Goeie keeper, maar... Er is wel altijd wat aan de hand. Dus misschien snap ik dat wel, dat je dan had willen spelen. Maar Feyenoord zei, oké, nou ja, we zien het daarna wel weer. Overigens, daarover, het was afgelopen maandag waren we. Ik maak me wel een beetje zorgen met wat er allemaal aan de hand is bij Feyenoord. Want het lijkt nu een beetje aan... jullie zitten ook in Rotterdam, ik weet niet of jullie veel meekrijgen. Het begint een beetje te lijken over spelers richting tegen de trainers. Als je ziet nu dat trainers alles naar buiten aan het gooien zijn... Ik weet niet totaal of dat bij jou speelt. Ja, dat leek volgens mij eerder ook al zo. Ja. Daarna werd volgens mij gesust, hebben ze een gesprek gehad. Ja. Nu lijkt er weer iets aan de hand. Maar aan de andere kant... bij grote clubs is er altijd wel wat aan de hand. Ja. En zitten er mensen kort bovenop. En misschien valt het allemaal wel reuze mee. Ja, ik vind het... Weet je, het begin natuurlijk in eerste instantie al... met die Bozeniek. Die Bozeniek kwam, dat vond ik altijd... Weet je, dat die jongen komt hier. Is nieuw, jong... Feyenoord, en die wordt dan door de trainer afgemaakt... dat hij heel veel tekortkomingen heeft. Dan denk ik, ook al vind je dat, het is niet heel handig. Nee, ik zou er ook niet blij mee zijn, denk ik. Nee. Nee, maar los dat hij het niet begreep en dat hij het later... Maar, later kreeg hij het op zijn bord vanuit Slowakije. Ja, ik hou wel van trainers die hun ploegen beschermen naar buiten toe. Hun spelers naar buiten toe. Ik vind wel dat je eerlijk moet zijn, om sommige dingen kun je gewoon niet heen. Mm-hmm. Dus mensen moeten wel gewoon... kunnen begrijpen wat je zegt. Maar ik vind niet dat trainers hun eigen spelers moeten afbranden naar buiten toe. Binnenskamers mag ik van mij alles zeggen. Dat is het toch? Ja. Dat hadden wij met Dick Advocaat bij Sparta ook. Precies hetzelfde. Er werd hoed gehaald, die keeper. En toen gaf Dick Advocaat... nooit gezien. Nee. Ja, gebeurd. Echt? Ja, volgens mij was het precies hetzelfde. Ik heb het algemeen, hoor. Ja, nee, tuurlijk. Maar ja, dat vind ik ook van spelers. Ja, ik vind altijd, wat er ook gebeurt... Dat los je intern op en naar buiten. Weet je, en je hoeft niet te zeggen, we zijn beste vrienden of zo. Maar voor mij, zeker de trainers die nu bij Feyenoord zitten... die hebben alles meegemaakt in hun carrière. Het duo, ook Advocaat, Pot, hebben alles meegemaakt. Je hoeft niet te vuilen. Ik maandag zat Cor Potkan als assistenttrainer. Zat heb je het gezien? Heb je dat gezien? Nee. Ja, ik heb het al gezien. Ja, ik heb het ook gezien. Ja, wat vond je ervan? Dat stukje over... waar ging dat precies over? Berghuis? Ja, over Berghuis, over de acceptatie binnen de groep. Ja? En zijn winnaarsmentaliteit. Tegen Emmen? Ja, ik vond het niet zo slim wat hij zei. Ja, niet zo slim. Het is toch echt heel heftig. Heb je het niet gezien? Nou ja... medespelers moeite met hem hebben. Ja. Steven. Met de manier hoe hij zich... manifesteert. Ja, in de ploeg en met zijn winnaarsmentaliteit. En dat niet iedereen wat van durft te zeggen. Moeilijke jongen. En tegen Emmen dat... En wie heeft dat naar buiten gebracht? De assistent-trainer, Cor Pot. En het gekke is ook, voor mij ging het daar ook over... dat ze tegen Emmen die 1-0 wilden verdedigen. En ik vond het verbijsterend. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ze wilden die 1-0 verdedigen, maar er gingen spelers omhoog. Dus die zakten niet in. En dan vond Cor Pot het slecht dat het niet gecorrigeerd werd binnen het team. Ja, maar wie moet het corrigeren dan? Was Leroy op het veld? Nee, maar los. Kijk, dit is hetzelfde wat eerder dit jaar toch Heerenveen die anders ging spelen. 4-4-2 met Joey Veerman hangend op links. En dat de eerste helft dat er niks gedaan werd bij Feyenoord. Want ze moeten het zelf maar oplossen. Ja, ik vind nog steeds, idealiter heb je jongens als Adil die het zien in het veld. Maar als Adil niet... Nee, maar stel, dat heb je als liefst als trainer. Maar als jij het niet ziet, dan gaat Henk toch niet zo zitten en wachten. Nee, die jongens moeten het zelf oplossen. Nee, bij ons zeker niet. Je hoopt inderdaad dat het in het veld opgepakt wordt. Maar daarvoor ben je toch trainer? En anders heb je, en zeker Feyenoord heeft natuurlijk best wel een ervaren staf... met John de Wolf er ook nog bij. Dan zou je dat vanaf de kant verwachten dat ze dat... Nee, maar ik vond het dus, en eigenlijk dat rondmaken wat ook de mening is... Ik zie dat Broes honger heeft, dat het eten er is.
Dus even dat rondmaken, dat is precies wat mijn punt is. Wat er ook gebeurt in een wedstrijd, op een training, hoe de verhoudingen liggen binnen een ploeg, je kan toch niet mensen onder de bus gooien? Nee, ik zou het nooit accepteren. Nooit. Toch? Nee. Binnen kan je alles zeggen, want ik weet nog dat het verbazing was of een stuk of een trainer die zijn team verrotschold in de kleedkamer, wat toevallig naar buiten was gelekt. Maar dat hoort gewoon. Ja. Er worden echt woorden gebruikt in de kleedkamer, die wil je echt niemand vertellen. Ja. Maar dat hoort, maar naar buiten toe is het gewoon een eenheid. Maar goed, bij Feyenoord sowieso speelt er volgens meer dan alleen de onrust tussen de trainen. Stel dat. Nee. Wat zou jij doen dan? Ik zou hem erop aanspreken. Ja, en dan? Nou, ik zou aan de trainer vragen dat we dit niet zomaar kunnen laten lopen. Nee. Ik zou het echt niet accepteren. Nee. Maar ik zou het ook niet van mijn collega's of van mezelf accepteren. Nee. Nee, ik heb hetzelfde. Ja, de enige probleem die je hebt nu, als het echt waar is wat hij zegt over de situatie. Ja. Ik heb het nu voor het eerst gehoord, hè? Ja. Heeft maar je vertrouwt ons niet. Nee, ik weet ook niet of het waar is wat Kapot gezegd heeft. Oh. Dus als het echt waar is dat Steven niet de rugdekking heeft van het team, nou, dan heeft hij het moeilijk om het team mee te krijgen om te zeggen, hier moet iets veranderen. Alleen Koeverans, alleen al Frank Anezen moet hier wat van zeggen. En moet de trainer terechtwijzen dat hij naar buiten mag. Maar als spelers zijn, als je het team niet achter je hebt, is het moeilijk om op te staan. Maar goed, ja, zeker. Maar ja, en dan kom je over voetbal inhoudelijk. Ja, ik denk dat Berghuis in zijn linkerteen, nou, dan moet het niet overdrijven. Er zitten wel meerdere goede voetballers bij Feyenoord. Hij is natuurlijk een gigantische goede voetballer. En heeft wel een gebruiksaanwijzing. Maar dat weet iedereen die met hem gewerkt heeft. Maar je kan dus de nadruk leggen op het slechte. Hè? Of je gaat proberen met hem aan de slag te gaan, omdat waarmee hij het verschil kan maken bij Feyenoord, en daarmee aan de slag gaan. En ik denk, wat je nu doet, werkt altijd averechts. Want je gaat nu zeggen, ja, het is een moeilijke jongen. Ja, ik ben niet de grootste fan, ook niet van de voetballer Berghuis. Ja, ik wel. Ja. Nee, ik niet. Maar ik denk zeker voor Feyenoord. Ja, maar ik weet niet of de rol die hij bij Feyenoord speelt op die positie, of dat nou de rol is die dan de juiste is. Want ik vind dat je vooral ook. Kijk, wat ik altijd mis bij spelers die aan die zeggen, tuurlijk is hij voetballend, aan de bal is klasse. We hoeven niet over te hebben. Mm. En dat hij ook werk verricht, hoeven niet. Dat krijg ik ook altijd de kritiek, hij werkt niet. Maar ik zoek ook naar spelers die de afwisseling mogelijkheid hebben. Kijk, Arjen Robben was buiten kijf, die hoefde niet diep te gaan. Maar ik hou wel van spelers die het verschil kunnen maken, ook in de diepte. Ja. En vooral in een team wat Feyenoord, wat toch vaak op de helft van de tegenstanders kan spelen, door de manier van spelen, heb je maar nodig die de ruimte groter maakt. En Berghuis is toch iemand die altijd weer in de bal speelt. Ja. Ze hebben veel te veel spelers die in de bal spelen. Ook geen spits die diep kan lopen. Dat ligt dus niet aan Berghuis. Nee, maar je kan hem een andere rol geven, waardoor hij meer waarde voor het team kan hebben. Ik vind op dit moment. Ja, maar dan vraag je wel heel veel van deze trainerstaf, denk ik. Nou, dat maakt mij niet uit wie er ook zit. Nee, ik dus zeg gewoon hoe ik het spel van. Dus ik ben heel benieuwd, als je deze speler in zijn kracht zet volgend jaar onder Arne. Arne Slot, hij blijft en zij weten hem wel. Hij heeft kwaliteiten, extra kwaliteiten. En dat ze die weten te benutten, dan ben ik heel benieuwd wat voor een. Ik weet niet of hij die kwaliteiten echt tot uit kan brengen bij een Feyenoord. Dat ben ik heel benieuwd. Ik vind het sowieso Feyenoord. Ik wil het filmpje ook nog zien, hoor. Ik weet we wel afsluiten. We gaan mee afsluiten. Maar ik wil het filmpje echt zien, want het is zo mooi Simon, om te zien. Ik ben geen Feyenoorder. Nee. Ik heb geen favoriet van club, maar dit is wel iets. Vind ik, dat is Feyenoord en waarom ik die club ook zo mooi vind. Want voor de mensen die zich afvragen, wat doet Simon nog meer in zijn vrije tijd? Hij maakt ook mooie filmpjes. Daar gaan we nu even naar kijken. Feyenoord is gewoon alles. Ja, je ziet elkaar op zondag. Gewoon de sfeer op het vak. Een beetje door met elkaar. Begin van de week zit je elkaar op de appen van zondag die tegenstander. Wat gaan we doen? Waar spreken we af? Gezellig aan het bier. Ben je blij om elkaar weer te zien? Ja, het is er allemaal niet. Het is allemaal weg. Wij hadden een taxibedrijf en dat staat natuurlijk helemaal stil. Geen werk, geen Feyenoord. Na 3 weken geen Feyenoord meer ben ik erheen gereden. Alleen maar om een rondje om de Kuip te gaan. Ja, ik ben mijn vader verloren door corona. Dat is mijn vader die me altijd gesteund heeft in Feyenoord. Die me ook geleerd heeft om altijd achter de club te staan en voor een tegenspoed. Vind je het moeilijk? Ja, dan heb je altijd je vrienden of je kameraden. Ik denk dat ik zo'n 15, 16 jaar businessplaats heb. Mooie dingen meegemaakt. En dat zou ik voor geen prijs willen missen. Ik kom er al zo lang dat je ook mensen gaat kennen die je eigenlijk niet in jouw beroep tegenkomt. En dat is het leuke ervan. Ja,
ik ben een aantal keer meegeweest met Feyenoord Business Club. En dan ga je met elkaar op reis en dan hoop je en wens je allemaal hetzelfde. En dat is natuurlijk de winst voor je club. Dat zijn echt wel momenten die ik heel erg mis. Stadion heb je meer afleiding. Thuis zit je je zo te erger, je hebt geen afleiding, je hebt niks. Je zit te kijken en mijn vrouw is ook Feyenoord supporter. Zij zegt gewoon eens, ik ga die tv uitzetten hoor, als je zo door blijft gaan. Dat is ik te vroeg schelden. Vanaf de tv is het niet te beleven eigenlijk, voor mij persoonlijk. Ja, het gevoel van thuiskomen, dat is eigenlijk het gevoel van de Kuip. En de Russen zitten natuurlijk in de legioenzaal. Als het goed gaat in de wedstrijd, dan is het groot feest. Harde beats en een beetje springen, een beetje dansen. En dan gewoon op richting tweede helft. We zingen met elkaar de Feyenoordliederen. En dat gevoel van saamhorigheid. Iedereen die op dat moment hetzelfde hoopt en hetzelfde wil. Je loopt die Kuip in en dan voel je al die magie. Het is niet alleen Feyenoord. Het is één grote familie die je weer gaat zien. Zoals mijn opa mij vroeger meenam naar de Kuip, neem ik nu mijn zoon mee naar de Kuip. Dat zijn gewoon schitterende momenten. En als je zegt van we gaan 5 minuten voor tijd weg, zeg je, ja, je pa, dat ken je, nog 5 minuten voetballen. Dus dan merk je wel dat er gewoon in zit. Op het moment dat je echt binnen in de Kuip staat in het vak, ja, dan ben je gewoon verkocht. Ja, dat is eigenlijk niet te omschrijven. Dat moet je meemaken. Ik hoop alleen maar dat iedereen dit jaar denkt aan de club. En ik hoop dat we met z'n allen weer volgend jaar gezellig op de tribune kunnen gaan zitten. Het is voor mij heel erg belangrijk dat Feyenoord door deze crisis komt. Want uiteindelijk is voetbal toch de belangrijkste bijzaak van het leven. Ik heb dan zelf een full support kaart genomen. Ja, om toch een beetje de club te steunen en ja, hopen dat ze deze tijd goed doorkomen. Ik snap ook dat niet iedereen dat kan doen. Ik zou zeggen tegen alle Feyenoord supporters, volg je Feyenoord hart en doe wat in je vermogen ligt. En een speciaal bericht voor Mark Koevermans van Simon Tjommer. Hij hoeft zijn geld voor zijn seizoenkaart niet terug, toch? Heel goed gezegd, nu. Okay. Goed. Prachtig filmpje. Ik ben benieuwd als je nou gewoon elke week een filmpje meeneemt. Wat jij mooi vond, wat je op internet hebt gevonden. Ja, nee, dat krijg ik toegestuurd. Dat heb ik zelf niet gezocht. Oh. Ik ga niet... Je weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Jawel, je weet dat ik ben niks op social. Ik ben bijna niet op het weetje. Nee, deze man heeft echt geen social. Ik ben trots op je. Waarom eigenlijk niet? Van wat, hoe moet je dat hebben dan? Weet ik niet. Nou, zodat andere mensen naar buiten... Ja, ik heb dat toen genomen omdat ik dacht, zakelijk is het handig, maar... Ja. Oké, okay. Jij? LinkedIn? Ja? Ja? Die heb ik ook. Dan neem ik altijd aan en dan is het, ga ik weer uit. Helemaal niks. Ja, ik heb Instagram. Instagram? Is kort, moet ik zeggen, maar... Is kort. Okay. Heel goed. Dankjewel, Simon. Dankjewel, Niel. Ja. Leen, dankjewel. Nog een jaar op Spangen. Oh, nee, 2 jaar, hè? Henk heeft dat goed gedaan, hoor. 2 jaartjes Leen van Steensel. Afkoopsom erbij, maar dat komt goed. Ja, heel goed. Echt waar? Nee, Jodon Boys, hoe lang dat nog? Dat zou het tof zijn. 1 jaartje. 1 jaartje verlening gekregen? Ik was ongeslagen dit seizoen. Ja, 2 wedstrijden, toch? 6 wedstrijden. 6 wedstrijden. Ja. Heel netjes. Groeit iets in Gouda. Op naar de 3e divisie. Ja, groeit iets in Gouda. Het imperium van Bruce Tol groeit ook in Gouda. Adieu. Ah, wacht even, 1 vraag. Maar ze wilden je wel als teamleider bij Feyenoord. Ja, Bas van assistent van advocaat. Adil, dankjewel. Nee. Heb je al plannen voor na het voetbal? Ja, ik blijf bij Sparta in dienst. Analist worden? Ja. Ik ga me ontwikkelen als trainer zijn. Niet over voetbal praten? Nee, nu nee, moet je niet. Waarom niet? Nee. Sorry? Dat moet je niet. Dat doen de mensen die er geen verstand van hebben. Ja, praat voor jezelf. Oh ja, dat doe je. Nee, maar hoezo niet? Dan moet ik heel graag trainerschap ambiëren. Ja, maar daarnaast zou je toch nog iets kunnen doen? Oké, okay, nou, dat zien we dan wel, maar... Okay, wie is je zaakje? Kunnen we bellen met je zaakje? Waarom niet richting TD? Nou, daar heb ik niet over nagedacht. Ik vind het trainerschap trekt me nu op het moment. En voor de rest lijkt het gewoon allemaal op me afkomen. Nou, nog een jaartje of zo, 2 jaartjes. Dan loopt jouw contract bij ons af en dan kunnen we wisselen. Zit je elke vrijdag hier? Dat zegt hij met iedere gast die verstandige antwoorden geeft. Dit is de eerste keer. Is dit de eerste keer dat ik het zeg? Dankjewel. Broer zegt het ook. Eerste keer dat ik het zeg. Ja, luister, je laat me niet uitpraten. Hup Holland, morgen. Hup Jong Oranje. Maandag zijn wij er weer. Goed weekend.
En die meneer heet, die zak heet Niel Petersen.